Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Media Raven en Garage Eddy van Rondrem. Welkom bij Blue White Breakdown, een podcast gemaakt door Buffalo's voor Buffalo's. Ik ben Gogo en vandaag zit ik hier met Quinten, met Jentel. En we hebben ook iemand nieuws bij deze keer en dat is Andreas. Hallo. Welkom bij Blue White Breakdown. Zeer erg bedankt. Merci Andreas om te komen. Ja. Echt geen probleem, een eer voor mij. Voor ons ook, want echt dringend iemand nodig. Ja. Dus ik zou zeggen, stel jezelf een keer voor. En hoe zijn je bij KHM terechtgekomen al sinds? Ik ben Andreas, ik ben 19 jaar. Hoe dat ik bij Gent ben terechtgekomen is... Mijn allereerste herinnering was de 7-1 verlies tegen Rome. Dat mijn buurman dat vertelde, dat was mijn eerste herinnering. En dan de eerste competitiewedstrijd in de Gelamco Arena ben ik gegaan tegen KV Mechelen. Wat 2-1 werd uiteindelijk. En dan sindsdien altijd Buffalo geweest. Welke was dat? Was dat die met de Poitre? Nee, dat was Mboyo en Diogo. Oh, amai. Nog opgezocht. Maar. Diogo, oh joh. Die heeft ook een jaar bij ons gezeten. Dus dat was je eerste herinnering, was 1-7 tegen Roma. Dat mijn buurman dat tegen mij vertelde. Ik was daar. 45 euro betaald voor 1-7. Oh, toen was dat veel geld, ja. Wat, 1-7 of 7-1? Was het in Gent? Of? Het was in Gent, uiteraard. Dat was de voorronde van de Champions League toen. Ik denk dat het jaar was nadat we tweede zijn geëindigd. En dat we dan voorrondes hebben gespeeld. Dat was, toen was echt de grootste match in onze geschiedenis ook. We hebben wel de eerste helft rood gepakt. Of Tim Smolder heeft denk ik rood gepakt. En vandaar... Ik herinner mij nog dat het publiek eigenlijk heel te bescheids Gestapo heeft zitten roepen. Dat herinner ik mij nog zeer hard. Wel tot die gezien in de Rossi en zo. Ja, en een goal van Okaka Chuka, ex-Anderlecht. Ah, die, was net, die kwam net piepen bij Roma. Die was 19 of 20 jaar. Mooi. Wist je dat je? Ja, leuk. En dan op het moment... Bedankt voor deze bijdrage. Ik wou dat vorig jaar kopen, maar mijn mama zei, het is je eerste jaar in het hoger onderwijs, je gaat eerst keer goed studeren voor je dat kunt krijgen en dan 9 jaar examens gehad. Oh, dus, ik zie de relevantie niet, maar... Ik zie mijn best al heel moment. Doe maar je best. Ja. Wat gaan we vandaag doen, Jentel? We gaan uiteraard terugblikken op de match tegen Chelsea. Dat is misschien wel de match van het jaar. Misschien heel kort een keer over Sint-Truiden, want veel valt dat niet over te vertellen, vrees ik. We hebben een popular opinion, we hebben een dilemma. De wie is wat al is geraden. En we gaan heel kort een keer een pronostiek geven op de match tegen Union. Ik ga het ook nog een keer kort hebben over Moses Simon. Ah ja, de ex-club watcher. De ex-club juist, ja. Watcher. Legend. Maar dus... Chelsea. 4-2. Goals van Watanabe en Gandelman. Uiteraard. Wie anders. Ja. Het is goed een keer zijn. We waren er met 3 die er aan tafel zaten waren. In ja. Quinten, ik en Niels zijn tegenkomen in een reishalal. Oh ja. Om de trein. Dan zijn we u ook tegenkomen op de trein. Meneer lag te slapen. Ja, maar toen heb ik mijn dutje nodig. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan had. Ik was aan het dromen van de kwalificatie. Toen werd ik wakker geschokt door een lelijke foto van mezelf. Ja. Mijn excuses. Zo hebben er hier nog mensen in trein? Frank Boeks zat ook op die trein. Frank Boeks zat bij ons, bij Niels en mij in het hotel zelf. Man. Ja, echt. We zaten zo in een Ibis-hotel op 600 meter van het stadion. Mm-hmm. En we waren zo ingecheckt, we waren zo ons schip op de kamer gaan zetten. We waren terug naar beneden, we stapten de lift uit. En Frank Boeks stapte net in. We passeren elkaar zo. En ik had eigenlijk zelf niet door, want ik was op mijn gsm aan het kijken. En Niels zegt zo... Was dat niet Frank Boeks? Zegt hij zo. Ik heb hem ook gezien. Ja. Ik dacht ook in de Nibis, allee zeg. Ja. Het is iets beters. Ik zag hem toen ik 90 Minutes aan het luisteren was. En hij was op 90 Minutes vorige week. Dus dat was echt waanzin. En ook Jean Bervoets. Maar die zat ook op die Eurostar. En ik geloofde dat eerst niet. Ik zei, dat zal wel. Die kerel is uit Antwerpen. Ik kom zo in het stadion, later die avond. Komt iemand zo uit dezelfde gate als mij. Sorry. Jean Bervoets. No shit, zo echt random. Waar. Ja. Dus jij zat uit... Wat lief? Dat is een acteur, zeker. Ja. Dus jij zat uit Lille gegaan. Ja, bewust. Dat is makkelijker dan... Even hallo, zei tegen Jonathan David. Nee, dat heb ik net niet kunnen doen. Opeens wel. Die had net een avond ervoor Champions League speelde. Dus volgens mij, die man van Real Madrid zat nog ergens op hotel, zeker. Ik weet het niet. Dat was heel vroeg. Het was heel vroeg dat we dat waren. Dus, ik moest ook vrij vroeg opstaan, omdat ik uit Gent vertrokken was. Ja. De 5 ging de wekker. Het was toch even pijnlijk, maar... Nou, bij ons was het een beetje vroeger. Ik had al maar een uur slapen, dus maakt niet uit. Ik was zo...
zenuwachtig voor de ervaring. Maar ja, tuurlijk, we waren daar veel te vroeg. Maar ik vond wel... Allee, ik had er nog een beetje... Ik had nog redelijk wat uit Londen gehaald, alleszins, in die dag. Maar misschien doorgaan naar... Om 2 uur of zo was er een meeting point. Om dan om rond 5, 6 uur... Ja. Gingen we corteo doen. Dat is dan de enige keer dat ik jullie in Londen gezien heb. Eigenlijk. Ja, ja. Of u en Niels en Joran en Joran zo. Joran was ook bij. Dus dat ik wel blij ben dat ik corteo bij hen gedaan heb. Want dat was wel... Allee, ik vond dat wel een serieuze beleving. Ik was niet in West Ham. En in Tottenham heb ik hem gerateerd, de corteo. Ik heb wel corteo's natuurlijk gedaan voor de bekerfinales. Maar ja, no. Dat is niet hetzelfde. Dus ik ja, zo, zeker. Maar dan zo nog redelijk van voor. Ja. En op een moment... We waren net af een brug en hij kijkt zo naar achter. Hij ziet daar letterlijk gewoon 3000 man. Ja, maar ik had dat totaal niet door. Tot ik aan de bridge was. Dan een keer achter mij gefilmd en ik zo, what the fuck. Dat is veel volk, zeg maar. Kijk, best zo 3000 man. Dat is zo, weet je, in Glamco kun je er 20.000, best 3000. Dat is eigenlijk niet zoveel. Maar als ze allemaal op één hoop zetten, dat is veel, zeg maar. Ik vond het vooral fantastisch dat, ja... Allee, Londen zat echt blok, hè. Maar dat wij passeren en dat zoiets... zombie-apocalyptisch ook, vond ik. Dat, op een gegeven moment gewoon zo mensen zo auto's te schieten. Ja, effectief. Dat. Mensen hangen zo uit in de ruiten te kijken. Alles staat vast, alles tuten, overal flieken. Dus het is echt zo de spectacle. Je ziet iedereen, het is lekker een beetje naar hij zo zet of zo. Iedereen was echt zo naar u aan het kijken. Zo. Je ziet die Marina en hij lopen allemaal. Ja, veel op de meeste mensen wel wijs vonden, om dat een keer te zien. Want er zijn veel mensen vanuit in de ruiten. Een echte sfeer of wat? Maar er zoveel mensen vanuit in de ruiten zo filmen en zo. Dus echt en, nice. In het begin van de korte heb ik Gentel zo even gezien. Ik had zo net een liedje gestart. Zo Allegantoise. En hij keek naar mij van nice. Ik had te zien. Zo de Allegantoise, de alterneren. Dat vind ik echt een zaligste ding om te lanceren of aan mee te doen. Dat kan altijd zo ook in het stadion. Een zieke druk op de wedstrijd. En doe veel mensen dan mee. Ja. Dus je nog makkelijk kunt blijven zingen. Iedereen kan die beginnen zingen of zo. Hij vindt altijd wel twee. En dan begint je zo een keer alterneren. Ik vond ook wel nog dat corteo leek mij ordentelijk te verlopen. Ik weet niet hoe dat helemaal vooraan was, maar... Wel pyro op de grond, maar ja, wat moet je mee doen? Ja. Redelijk wat pyro afgestoken. En niemand in een voortuin smijt. Dus. We mochten het niet meedoen in het stadion, dus ze hebben gewoon 20 pesten. Uiteindelijk hebben ze wel nog toestemming gekregen van de politie om tijdens de corteo te gebruiken. Dus dat wel niks illegaals. Allee, bij mij weet toch niet. Nadeel ten opzichte van de corteo in West Ham was dat in West Ham hadden we echt zo'n park waar je echt heel makkelijk kon gaan pisten. Deze corteo was echt zoeken naar een park en dan was er wel een park, maar die was super open. Dus opeens zag je zo een man of 50 naar dat park lopen, heel snel om te gaan pissen. Het was precies eerder zo'n hondentoilet of zo. Voor mij echt 50 volwassen mannen zo met piemelen in de handen. Pipi doen. Allemaal rond een boom zo. Echt zo 5 seconden stilte, pipi. En dan weer zo. Hey! Ja, het was. Het enige dat dan was, in de corteo, 3 kilometerkes, dat was een klein uurtje stappen. Als we daartoe kwamen, vond ik het al wel wat raar geregeld. Of we moesten in één keer halt blijven. Maar we stonden wel in één keer te midden van alle Chelsea-fans. Ja. Vond ik. We zaten ook echt aan de kop-end ineens, dat we erin moesten. Dus als je daarvan voor stond, schijnt dat ook wel een beetje al wat keet geschopt is dan. Of dat ze toch wel... Ik heb daar niets van meegekregen. Ja. Ik stond redelijk van voor, maar ook niet helemaal van voor. Het was wel echt nog een paar rijen tussen. Ik denk dat ze in het begin zo zijn begonnen met fouilleren en dan op een moment zo... Ja. We hadden maar mondjesmaat per mondjesmaat. Ja, want het ging niet zo snel. Allee, en ik dacht voorbij die eerste dingen, werd ik nog wel zo van, man. Ze lieten ons eigenlijk trechter bij het binnenkomen van het stadion, dat we allemaal zo in een trechter kwamen. En dan lieten ze ons zo golf per golf naar de controle gaan. En ja, dat was het systeem. En dat was in het begin heel onduidelijk hoe dat werkte. En op een gegeven moment zag ik dan zo, ah ja, ze laten nu in golfjes naar binnen gaan. En dan werd het wel duidelijk, maar ik stond gelukkig redelijk vooraan. Ik denk als ik achteraan stond, dat ik wel echt slecht zou komen zijn. Je hebt een overzicht, hè? Ja, ik heb ook een overzicht. Je stond helemaal blokken. Wat is dat hier allemaal? Hoe was die ervaring om daar zo binnen te komen? Goh, ja, dat was dat zaal, hè. Dat is magisch, je komt binnen, je komt door dat deur gehad. En je ziet gewoon opeens voor je neus Stamford Bridge zich ontvouwen, zeg maar. Dat is zo, je weet, dat is zo een legendarisch stadion eigenlijk. Er zijn al zoveel legendarische matchen gespeeld en al zoveel legendarische spelers gepasseerd. Mythisch. Dat je denkt, vooral ook, voelt het wel. Je ziet dat zo altijd op televisie en dan zei je dat ineens. Dan vooral zo dat zo, Wauw. Ja, ze zijn hier in de bibliotheek. En ook, ik vond het ook een heel gezellig stadion. Het is ook niet over... het is 45.000 man, dus je mocht zeker het dubbele van Glamco inschatten. Maar ik vind het gezellig. Ik vind het heel dicht bij het
bij het veld. Het is nog een redelijk oud stadion ook. Ja, ik weet niet hoe oud dat is, ik heb het niet opgezocht. En dan maar dat heeft zo wel iets. De hoofdtribune zit zo een laag extra op. En dan die achter de goal zijn toch twee ringen. Twee, ja. En ik zat op een twee. Ik zat van boven trouwens, ik weet niet waar jij zat. Of waar jullie eigenlijk zaten. Wij zaten boven. Ja, ik zat Hans van onder, rij 8. Ja. Net zo tegen de Chelsea supporters. Daar zijn foto's van zelfs. Daar zijn echt foto's van. Ja, ik weet het. Ja, die hebben inderdaad foto's voldoende gezien die foto's. Dat zijn, ja. Ik vond het eigenlijk wat plezant bovenaan. Je zag echt goed ook, vond ik. Ik zie altijd gewoon stadion. Ja. Dat was een mijn probleem. En ook echt veel volk gewoon zo tegenkomen. Van zo de server. Ja, van BWB zelf. Van BWB. Joran ook al een paar keer hier geweest. Ja. Joran is bij mij en Niels komen staan. Dat is zo, ja, ik bedoel, ik ken elkaar een beetje. En dat is zo wat wij zo in de match samen te doen. Ah, wel, ja. Dus, ja. Ik heb het ook met shout-out naar Grote Zucht, Big Sai. Gewoon in de server en op Twitter, ze mogen zijn naam niet vernoemen. Maar ik weet niet wie je bent. Dus ik heb eigenlijk een hele weekend met hem beleefd. Dat was ook wel een ervaring. Ik wist zijn naam niet tot ik op het perron stond in Gent. Dus dat was... Allee, dat je zo eigenlijk kende die niet. En dan een paar keer zijn nek gevlogen tijdens die match, uiteraard. Ja. En ook van boven, ik weet niet, beneden is dat nog zo met van die ijzeren buizen. Hè. Ik vind het echt wel heerlijk dat dat zo... Maar ik vond het wel... Het waren zo stoeljes, maar met ook zo ijzeren buizen. Maar van een keer zo dwaas, iedereen op die stoeljes zou staan. Dan denk ik, hey, maar ze staan gewoon een keer op de grond. Niet moeilijk dat ze kapot zijn. Ja, nee, maar dus iedereen ging op die stoelen staan. Dus de mensen voor mij op die stoelen, van ja, nu zie ik geen kleuten meer. Die moet ook wel op die stoelen staan. Die mensen achter mij moesten dan ook op de stoelen staan. Dan denk ik, maar allee, hij had dus gewoon een paar regels vasthouden en dan had ik op die stoelen gaan staan. Dus allee, een boodschap in het vervolg, staat hij gewoon op de grond in maat. Dat is zo lastig niet. Ik had natuurlijk ook wel hetgeen wat ik direct zag, is, dat was op voorhand heel duidelijk. We hadden een lijst dingen gekregen als we in het stadion hingen, dat we allemaal niet mochten, want dat is al een groot verschil in Engeland en Europa. Wat logisch is als je de hooligan-cultuur zo wat kent, maar je mocht er eigenlijk bijna niets in dat stadion. Je mocht niet drinken in de stands, dat zijn non-alcoholisch natuurlijk. Je mocht geen trommel hebben, mocht geen vlag hebben, mocht eigenlijk niet filmen met camera, alleen maar wat met je telefoon filmen, mocht geen cameramateriaal hebben, mocht geen microfoon hebben, geen flares, eigenlijk bijna niks. En als we het stadion binnenkwamen, het eerste wat ik zag is echt tig fans die van de kloten aan het maken waren tegen stuurtjes, hoe mooi je zuipen ben, wat dan nu voor een ervaring. Allemaal binnen, tanken. Ik had al 30.000 stappen gezet voordat de match nog moest beginnen. Ja. En dan moest de stress nog toeslaan. Maar misschien even over de match. Ah, ja, ik ging net zijn. Het was het eerste kwartier in onze baklijn spelen. Wij hebben voor de eerste half wel echt volledig weggespeeld. Gewoon op 16 meter staan. Ja. Sissa. Je zag het wel, de kwaliteit. Ja, je ziet dat wel. Dat is wel echt verschil tussen zo'n ploeg uit België. Ja. En een ploeg uit de Premier League, maat. Hoe makkelijk, ik herinner mij zo'n moment, dat Moederik, en dan ik in een spurt trek met die bal aan zijn voeten, dat hij daar zo, is het 5-6 man voorbij had, dat ik denk, stop, alsjeblieft. Inderdaad, het was vooral dat ik merkte dat, ze beginnen, ze duwen echt 20 minuten de gas in, en dan zeggen ze, we gaan een beetje lossen. Maar ze hebben nog altijd controle, En dan zo de tweede helft, zo... Tweede helft was beter al. Maar ook het eerste kwartier waren die ook serieus aan doorduwen, vond ik. Dat was direct goal dan. Die goaltjes. Frank had ook op voorhand ingegrepen. Hij had een heel nieuwe opstelling. Nooit met vijf achterin. Echt, met echt vijf achterin gespeeld. Mm-hmm. Twee mannen voor, Delorge en Ito. En dan Fadigo, Gudjonsson en Surdé vooraan, die dan ook heel laag stonden. Dus dat was echt gewoon een klassieke 5-2-3. Heel laag gestart vooral. En dan proberen vertrouwen te tanken. En je zag dat we wel groeiden in de wedstrijd. En dat de Loge meer vatten de wedstrijd kregen op middenveld. De Loge was trouwens wat goed. Ik vond het ook. We zijn trouwens zijn ouders die hier komen op de metro. Ja. Zijn familie. Was dan, ik en Niels op de metro. En opeens zo'n Hans Nes Belgen. Maar wij hoorden dat waren Limburg. Van alleen. Mag dan ze vanuit Limburg helemaal voor Gent hun support helemaal naar Londen gaan? Maar dan zag Niels dat de vader was van Matthias de Loge. En dan zijn moeder en waarschijnlijk nog een familie en vrienden zeker. Dat is een medie die we ook tegengekomen. Ja, die zijn ook allemaal echt met een Eurostar aan. Dat was wel goed eigenlijk. Die zaten dan aan de zijkant. Maar inderdaad, de opstelling, het was er misschien al een mini beetje om vragen. Maar ik had ook wel niet veel andere opstelling verwacht. Ja, maar was het hij nog geweest, dan weet je dat hij gewoon altijd van eigen kracht ging uitgaan. En dat hij
ging meer proberen ja, het spel meemaken, ook al was dat niet gelukt op Chelsea. Of gewoon de anderen proberen pijn doen. Ja. Vooral, hè, zoals, als het, want het kon ook. Ook allee, we hebben ze pijn gedaan op gegeven momenten, maar... We hadden echt de kansen om wel meer te scoren. Maar gelijk zelf dat moment... Ja. Maar we hebben nog geluk gehad, want we zijn net nog redelijk efficiënt geweest. Ja. Enorm veel kansen hebben we ook niet gehad natuurlijk. Die zijn niet opgeschreven. De eerste helft, om een duur kwamen er wel wat door naar de 1-0. Ja. Of ja, dat gevoel kregen, maar dat, bij mij was dat, ze zijn eigenlijk het gas aan het lossen. Op het half uur kregen we opeens een kans. Brown liep door en kreeg de bal perfect ingespeeld. Ik weet niet van wie, De Logen of van... Maar hij trapte wel... Hij heeft al meerdere keren geprobeerd. Hè, van zo redelijk scherp... Allee, dat was niet zo scherp, maar wel scherpere hoeken. Maar dat eindproduct blijft wel... Te weinig bij hem. Ik denk, ik heb al dikwijls gezegd, al een paar keer gezegd op de podcast, als Stijn een keer echt een goed schot in is, dat is het dan echt een goede speler zijn. Ja, dat speelt hij hoger. Dat is gelijk of dat als je de techniek van Fadiga en Brown geeft, en je geeft het overzicht van Brown en Fadiga, dat zijn allebei topspelers. Hè. Allee, snap je? Dat zijn allebei datgene wat ze missen zit bij een ander, zo'n beetje. Hè. Brown is wel nog, hij weet waar dat hij moet staan, hoe dat hij moet lopen, looplijnen en dicht houden. En bij Fadiga zit dat er echt niet in. Hè. Of weten wanneer dat hij een keer een pas moet schippen. Maar dan kan hij wel vier man pakken. En dan kan Brown en een bal in de naak knallen. Dat zie ik Fadiga ook wel nog doen, maar dat zie ik Brown dan weer niet doen. Dus. Maar het moet wel zijn, ik denk dat de flanken misschien wel de zwakste plekken waren in die match tegen Chelsea. Omdat hun de sterkste spelers op de flanken speelden hè, bij Chelsea, vond ik. Ik vond vooral... bijvoorbeeld die goal ook, en ik kwam van de ene flank en ik zag het echt van heel ver gebeuren, maar voor mij is dat Fadiga die niet goed doordekt, of Gamboor. Ja, die flank daar heeft echt sterkes gezien, wel. Ja. Gamboor, Fadiga, zeker. Gamboor is wel echt serieus in de mand gevallen, vind ik. Die stond ook echt uit positie, hè. Ah, rechts wingback heeft er nog nooit gespeeld, dus die moest daar echt tegen de lijn gaan verdedigen. Tegen de, altijd één-op-één situaties. Tegen Mudrik of die Veiga, die ook de hele tijd oog opkwam. En hij was echt, hij zat echt stuk kapot na een half uur. Echt waar, want hij zat aan onze kant. En iedere keer moest hij teruglopen. En ik zei het ook tegen Zucht, zei ik de hele tijd, van, is het echt al stuk kapot. En bij de 1-0, het is eigenlijk een soort dekkingsfout. Maar ik vond vooral die Pedro Neto vond ik echt de beste. Ik vond dat echt een waanzinnig goeie. João Félix, ik vond altijd een overhyped voetballer, maar dat is die ziet die zo wegkappen op een halve. Maar dat is gewoon omdat hij zoveel had in de goals. Dat, maar die heeft zo, je ziet als hij aan de bal komt, dat hij zo, wow. Die kan wel wat meer dan de rest. Maar het is wat zelfs natuurlijk. Ja. Dus. En die had in de eerste helft een bal binnenhoudt die niemand anders kon binnen. Iedereen dacht iets buiten. Maar. Ik wil zeggen, ik vond de ploeg, zeker in het begin van die match, eigenlijk heel zenuwachtig of zo. Ik weet, die indruk had ik wel. Onze ploeg. Dat zo... Mitro, twee keer heeft hij daar echt zo'n... kan ik eruit spelen en een bal zo breed, lateraal in eigen box, maar jongens, dan krijg je toch een hartverzakking. Ja. Dat is toch pijn van die man, hè, die, zeker van die oudere spelers, ervaren spelers, pijn, zoveel zenuwen zijn er wel niet meer in. Goh. Maar dan toch komt hij daar op Stamford Bridge en dan zie je zo wel van, dat ze precies wel onder de indruk zijn. Zo. Tuurlijk. Dus ik denk dat dat wel ook deel is van het feit dat ze zo zijn weggespeeld in de eerste... In de eerste periode. Een beetje te veel respect getoond in het begin. En soms hadden we een keer een speler nodig. Ik ga nu Matty Samaas zeggen. Maar die wel een keer een schub zou geven. Mitro heeft dat gedaan. Hij heeft dan een keer een judoka in de eerste helft gelegd. Hij heeft dat, dat was goed, snap je? Maar dat moesten we een keer meer doen. In plaats van dan ze zoveel aan de bal te laten. En ze te laten tempo maken. Dus. Allee, bij mij is het ook niet lang geduurd. Als hij twee keer bij mij bij is, krijgt hij een stut op zijn hiel. Dus dan moet je niet twijfelen. Niet twee keer proberen. Maar dan inderdaad, tegen het half uur, en ik kans aan Brown, maar dan ook een schot van Good Johnson. Maar dat was zo goed getrapt. Ik vond ook Good Johnson, er is er al veel over gezegd. Ik ben ook niet de grootste Good Johnson fan, maar ik vond dit zijn beste wedstrijd. Hij was meer dan degelijk. Ik vond hem eigenlijk echt goed. Ja. Allee, ik denk, moest die staan nu dat die. Toen was het nog 0-0 zeker, hè? Of? Nee, het was toen al 1-0. Ja, 1-0 was dan 13 minuten of zo. Dus het was toen 1-0. Stel, die goal van Good Johnson gaat binnen. Dat staat 1-1 bij de rust. Dus of Fadiga dekt Veiga en het is 0-0 aan de rust. Kan ook. Nee, dat heb ik gezegd toen. Maar liever dat toch 1-1. Dat is wel waar. Sowieso waar. En ook, Niels zei het ook al, die match, stel nu dat we die spelen met een fitte Gondelman, dat hij stort, dan had dat ook al helemaal anders zou zijn. Ja, want hij zag wel een keer dat Gondelman
En eigenlijk ook Cummins erin kwam, dat dat plots wel iets anders was. Maar ja, je moet ook denken, het staat 4-1 dan, hè, mannen, die gasten. Ja, die anderen zijn gewoon... Allee, je kunt ja, inderdaad wel, denken van, ah, we komen er beter in. En dat is niet onwaar, maar een groot deel daarvan is dat die anderen zeggen... Het werk is gedaan, jongens. Dat was natuurlijk. Ze hebben wat spelers ingebracht, waar ik nog nooit van mijn leven gehoord had. Een spits en zo, die ik totaal niet kende. Dus zij waren op dat moment op automatische piloot aan het gaan. Waarschijnlijk wel. Wij stonden ook 2-0 voor tegen Mechelen aan de rust, maar Van Klimput die net voor de rust roodpakt. Ja. En dan zijn wij ook van, ja, als het is goed geweest. Die match ook niets meer gebeurt. Ja, dus gewoon de voet van de gaspedaal maken, dat je niet blesseert. Zeker in hun geval tegen, tegen Gent. Zondag Premier League. Wel 1-1 tegen Otten. Dank u, Mats. De match was gespeeld. Die redding van Sels, maat. Dat was echt niet normaal. Ja. Dus ja, dan rusten in een tweede time. En dan direct daarna... Ja, direct goal. Foutje eigenlijk achterin. Ze gaan er met twee naartoe. Ik denk Brown en Watanabe. Of ik weet niet of dat iemand anders en Watanabe was. Ik weet het niet meer. Maar ik heb eigenlijk ook geen samenvatting meer bekeken. Ik heb zo alleen maar de herinnering die ik zelf heb gemaakt in mijn hoofd zitten. Ah, ik heb het wel nog 15 keer bekeken. Nee. Ik heb zo wel met zo van die heel grote matchen of zoiets al matchen, waar er zo heel veel emoties zitten, dat ik zo eigenlijk zo geen samenvatting meer kijken. Maar ik heb de herinnering in mijn hoofd en die wil ik behouden. Zo. Maar ik vind het wel nice om toch nog een keer zo dat pitch side te zien. Zo. Ja, ik zat nu daar en ik heb het gezien, de match, hoe ik het beleefd heb. Maar je hebt ook al zo je ziet dat camera en je hebt al veel voetbalmatchen op Chelsea gezien. En ineens is dat zo, ik zie dat zo op camera en dan zo... Dat zijn wij. Ja. Allee, zo, een schent die daar gewoon speelt, dat is wel even maf. Ja, dat is zot. Maar dus klein foutje zoek zijn van... Het was een bal achter de rug van, denk Jordan. En Watanabe liep mee met Pedro Neto. Hield hem goed af, maar ja, Pedro Neto, dat is geen speler gelijk in de Pro League. En die trapt gewoon vandaar. Die trapt gewoon los, keihard in het net. Ik zie het, denk je, of Nielsen of Jansen of Dolberg eigenlijk niet doen. Dus Ja, sowieso schitterend afgewerkt. Ja, sowieso, ongelooflijk. Maar ze gaan er eigenlijk met twee naartoe en zitten er al bij naast. Hè. Ja. Als er een wegschupt, is het weg. En dus na 2 minuten was het 2-0. En toen begon ik wel echt te denken van, oh jee. Ja. Maar dan minuut 50. Watanabe. Met de goal. Hij was ook al gewoon al heel de match goed bezig. Hij heeft echt al heel veel weggehaald. Ik denk zonder hem dat het bij de rust misschien al 3-0 was of zo. Voor mij de mannen een match. Best van achter, zie. Ja. Maar ik Good Johnson wel best van voor, maar... Ja. Doe hem met nog een match. Subiet als je ik had er helemaal niet over napijst, maar good shout. Ik vond echt, die heeft zoveel weggehaald. Ik was echt onder de indruk. Ik was me ook aan het afvragen toen, want heeft hij dan gescoord voor Gent? Ja, meerdere keer. Ik weet niet meer hoeveel keer dat heeft, maar wel een paar keer. Vaak op corner en zo, of vrij trap, ik weet niet. Ja, van het weekend weer een assist gegeven. Hij zei voor me. Maar die goal, dat was zo'n zalig gevoel. Op voorhand dachten denk ik allemaal van, weet je, als Gent scoort, gaan we al heel, heel blij zijn. Exact dat. Dat heb ik ook gezegd tegen iedereen die ik zo tegenkwam in Londen, tegen die mensen zo, die dan vragen, Gent supporter, En ga je winnen of hoopt dat je winnen? Niemand verwacht dat we dat gaan winnen. Ik ben blij dat je er bent, gewoon dat we hier mooi spelen. Ja. Dat was het overheersende gevoel bij mij ook wel. Ik was echt tegen iedereen aan het zeggen, hoeveel had je? 5-0. Hè. Maar daardoor was ik wel super content. Hè. Ja, die goal, man. Oh man, ik ging los, maat. Maar als je zo, sowieso. Ik heb zo de herhaling gezien en dan van de Engelse commentatoren en ze hadden wel gelijk. In die tweede zone, daar stonden 4 spelers van Gent. En ze stonden bijna allemaal vrij. Ja, dat was echt matig verdedigd. Op dat moment was ik FIFA aan het spelen. Zo'n echte tegen die naast mij. Priet, tweede paal. Dan is het een nek. Ja, maar als ze afkomt, hij ziet die bal gaan. Hij ziet wat dan op je springen. En op dat moment pijs van, doe. Ga echt een slow-mo in de lucht. Dat is. Wow. En echt goed gekopt, hè. Allee. Ja, en dan de verse hoek. Eigenlijk een beetje Vega met die eerste goal van Chelsea. Ik moest ook kijken naar Vega. Ja. Toen die bal vertrok, dacht ik, Vega, het is weer gelijk dezelfde situatie. Dan ga je gewoon overigens binnenkoppen zijn. Ja. En shout-out bij die goal trouwens naar zowel Ito als Good Johnson. Want de afvallende bal is voor Ito. Mm-hmm. Speler die niet super... goed heeft gedaan afgelopen weken of zo, die het moeilijk heeft om zich te adjusten, vind ik. Maar die verdienstelijk wel speelt, maar die altijd even goed uitkomt. En nu kalm gebleven, die bal breed gelegd op Good Johnson, die goed breed ging gaan staan, die helemaal vrij stond. En die, waardoor zich blijft kalm,
En dat schildert hem perfect op het hoofd van Watanabe. Ja. Die goed onsaai bleef, want dat is ook niet evident. Ja, ja, maar het heeft ook geduurd ook, hè, voor de bal. Ja. Oh, dat was ik mijn crisis aan het krijgen. Vriend, ja. Kunt wel inbeelden. Ik stond al klaar met Twitter. Ja, ik haat voor. Er stond al in concepten klaar in tweet. Ik zat echt mijn crisis te krijgen. Ik hoopte echt dat die goal zo goed kunt doen, want ik wist, die Chelsea supporters gaan ons zo hard uitlachen. Dat hebben ze ook gedaan daarna. Ja, alleen op een andere manier. Maar trouwens, Papa Good Johnson zat ook in het stadion. Ja. Dus dat moet ook wel echt heel speciaal geweest zijn voor hem. Voor zijn op de bridge en dan een assist geven. Ja. Dus ja, wat wel mooi voor Good Johnson. Heerlijk, ja. Ja, het was de eerste keer dat hij zijn zoon live zag spelen. Hè. Dat echt? Dat vind ik wel echt raar. Ja, what the fuck? Maar misschien eerst keer vader. Bij hem. Ja, eerst keer bij hem misschien wel. Oké. Hij is zeker nog niet naar The Planet geweest. Dat weet ik niet. Oh, dat is maar zijn tweede jaar bij de grote jongens. Hè. Daarmee dat Andy er altijd zo triestig uitziet. Heeft hij jaar bij... Ja, papa kan gewoon uitkijken. Hij heeft gewoon approval nodig. Ja. Ik had op voorhand ook een artikel gelezen van BBC. Dat ging ook over Good Johnson, die met Gent op bezoek kwam bij Chelsea. Dat was ook over die vader en zo. Het was wel leuk dat hij ook wel die aandacht kreeg. Dus ik weet niet. Ik vind dat een speler... Die ziet altijd zo op de achtergrond uit, valt niet super hard op. Dan, ik vind dat hij zo wat meer verdient. Hij heeft wel echt dat potentieel om echt een goede speler te worden. Dus meer dat hij nu misschien zeker. Een beetje, zeker nu in de picture stond in Engeland. Misschien dat we hem staan nu binnen een jaar of zo, dat hij verkocht wordt aan Chelsea voor 40 miljoen. Ken ze wel. Ja, het mag. Dan hebben we nog een beetje geld. Voilà. Ik vind trouwens Ito... Hij zegt dat hij het ook zo wel lastig heeft, maar ja, ik vind heel vaak dat hij gelijk een matige eerste helft speelt en in de tweede helft hij dan gelijk een pak beter. Ja. Op Brugge vond ik dat ook. Hij had echt een rotte eerste helft. En iedere keer dat hij nu speelt, zie ik hem niet in de eerste helft of vind ik hem zo gelijk. In de duels is hij goed, maar dan zo de verderzetting is hij vaak vrij voorspelbaar in zijn passing. En nu in de tweede time ook weer. Chelsea, ik was er in de eerste helft een beetje van, niet hoor, ik vind dat hij eraf moet hebben. Laat Kums nog maar een beetje spelen. En dan tweede helft begint hij te spelen en dacht van, Kums moet er eigenlijk niet meer op. Dat was echt zo. Dus het zit daar ook wel iets in, vind ik. Ja, zeker. En wat ook een werkpunt is voor hem, zijn fouten, te veel hele kaart. Ik heb al gedacht van, er is een tweede heel pak vandaag. Op Cercle was toch na één minuut, of was toch in de eerste minuut, heeft hij heel gepakt. Dat was ook, dat dacht ik ook echt van, oh my god, dude. Dus je moet een beetje meer nadenken voordat hij een challenge doet. Ja. En dan na de goal, want het was rond minuut 50, zeiden ja, dan zongen we eigenlijk Mia. Hè, en dan stoken we al onze lampjes in de lucht. Ja, het was net na de goal dan. Ja. Maar doordat dat zo dicht bij die goal was... Ze dachten dat banter was of zo. Ja. En dan natuurlijk die Chelsea supporters bij elke goal dat ze maakten, heel dat stadion vol met licht. Vond wel cool eigenlijk. Ik vind het wel leuk om te zien, maar je weet dat ze doen met de bedoeling om ons te kloten. Maar ik zat daar ook echt van, wow. Ja. Van thuis uit besefte ik eigenlijk niet wat er gebeurde. Dat ik al die lichtjes opeens zag. Nee, dat was gewoon puur omdat... Mia was dan net na onze goal. En zij scoort al 5 minuten later. Ja. En dan iedere keer als ze scoren, staken ze die lichtjes. Ja, maar dat was op West Ham, juist hetzelfde. Maar ik vond het wel gewoon nice. Van, ik heb nu wel een soort reactie uitgelokt op Stamford Bridge. Ja, 40.000 mensen die steken in de lichtjes. Maar uiteindelijk, dat is wel de Engelse manier van supporten. Dat zo af en toe een keer een liedje om mijn eigen ploeg aan te moeden. En dan zo voor dat ze gewoon banter naar de tegenstander. Toen wij dat deden, Mia was ook zo... What the hell is fucking that? Ja, waren die daar aan het zingen? De hele tijd Wario was er dan... Champions of Europe, you'll never sing that. Ik ben een keer zo flauw. Het is gewoon zo... Ja, tuurlijk, weet je. Dat is gelijk, ik had tegen Niels ook gezegd... Chelsea die dat zingt naar ons van Champions of Europe, you never sing that, dat is gelijk lachen met 10 jaar omdat hij nog maagd is. Denk van, ja. Logisch. Tuurlijk. Het is wel een beetje. Ja. Dus daarmee, ja. Uiteindelijk kun je als Gent-supporter niet door beleefd voelen. Hè. Ja, tuurlijk. Door wat verwachten niet. Want gewoon lachen dan die teruggriepen zelf. Ja. Mijn ervaring was dat bijna het enige dat ik toen in het stadion toch heb gehoord van Inders. Dus vond ik het vrij stil. En dan bij die goal... Maar we zeggen, vergeleken met West Ham, 2 seizoenen geleden, maar die waren nog redelijk luid. Chelsea. Ja. Voor West Ham luider. Maar West Ham... Maar ik kan dat niet super erg goed vergeten. West Ham was echt niet luid. Was op Wembley en dat was wel gek. Dat heb ik niet meegemaakt, maar West Ham was echt niet luid. Chelsea viel nog wel mee vergeleken met dat.
Tottenham zingen ook niet veel, maar als ze dan zongen, maar ja, ze waren mij 80 duist. En de Spurs go marching in, dan zitten we wel even zo te daveren. Zo, what the fuck is dit? Dus dan is dat wel heftig. Maar het is ook iedere keer een downgrade in het stadion in Londen dat we al gehad hebben. Van 85 naar 60, nu naar mij naar 45. Goeie, het was bijna triest. Maar ze zijn niet bij West Ham dat ze nog zo... Dat niet gelijk de typische Engels stadion is, dat ze aan het veld zitten, daar zit ze toch nog redelijk ver. Dat is redelijk ver. Ja, dat is een Olympisch. Dat is eigenlijk een atletiek stadion. Ja. Ah, ja, ja. Dat is een piste rond, basic. Ja. En dat nieuw ook? Ja. Dat is redelijk nieuw, toch? Ja. Ja, is voor de Spelen in 2012 gebouwd geweest en dat is nu omgebouwd voor naar een voetbalstadion. Okay, dat was een multifunctioneel stadion voor de Spelen in 2012. Ja. Maar van thuis uit, ik heb al tegen jullie gezegd, maar... Je hoorde die Chelsea-supporters niet. Ik hoorde hele tijd gewoon aan hen, whatever jullie zongen, ik hoorde het. Ah, ook nog een keer kantering, een van mijn fondest memories van Stamford Bridge was je dikke Maas aan het uitzingen. Vind je hilarisch dat daar gezongen hebben? Na een gele kaart of zo, zie ik. Ja, vrij trap en dan de referee. Dikke Maas zit aan de zet, gewoon zo op Stamford Bridge. Het heeft iets, het heeft echt iets. Ja, legendarisch gewoon. Shout-out naar je dikke Maas. Ja. Maar misschien even over de match zelf. Ja. Roef, we hebben gezien dat hij... Af en toe wel een keer niet helemaal goed zat bij die goals. Maar ik moet wel zeggen dat hij er wel ook wel redelijk wat heeft uitgehaald. Ja. Dus om niet te zeggen, het was een dramatische match van hem, dan nu niet, zeker niet. Dat is gewoon een beetje jammer. Uiteindelijk stond hij ook wel in een schietkraam. Dus ja, maar je kunt niet alle ballen tegen. Die twee goals die komen wel recht op hem. Dat wel. En dan maar wacht ook, ik, als die bal op u komt... Ja, dat is waar. Maar eigenlijk, die eerste goal dat hij daar tegen krijgt van een Nkunku, dat is een vrije trap of zoiets, of de corner... En er komen 5 spelers van Chelsea in de box na elkaar aan de bal. Ja. Sorry, maar dat kan niet. Nee. Dus om het daar te steken op proef. Nee, het is van super, het is al redelijk dicht. Oké, maar hij zet hem al open. Ja, Roef is een beetje aan het anticiperen. De keeper heeft er wel al veel zo binnen gehad dit seizoen, heb ik een indruk. De tweede die we daar, de 4-1 die we binnenkrijgen, die mij vrij denken aan die goal van Skof dat we binnenkrijgen. Tegen Brugge, een paar weken geleden, omdat dat ook zijn bal is, hij draait hem gelijk open zijn voet. En Jordan zit er met een teen tussen. En daardoor denk ik ook dat hij hem verwacht hem in de hoek en hij draait hem ook al open. Maar Jordan maakt hem moeilijk, waardoor hij... Dus dat deed mij daar super hard aan denken. Twee keer relatief... Allee, als je dat ziet, en ik denk zeker als je televisie aan het kijken bent, dan denk je wel echt van, godverdoeme. Dat is toch weer geen waar. Allee, daar ook ze, maar... Ja, maar we zagen het ook wel daar. Ik weet niet meer welke goal hij juist was, maar dat hij zo'n bal redelijk recht op hem krijgt, dat hij zo nog afwijkt tegen Roef, dat hij zo nog binnen had. Was zowel de 2-0 als de 3-1 van Chelsea, die ballen waren gelijk gewoon keihard net binnen gegaan. Dat was gelijk staalhard, dat kwam zo over bij mij. Die goal van Nkunku op de herhaling, ik dacht, wow, maar dat was echt gigantisch snel. Ah, toch, ja. Voilà, kijk, Roef, het is je schuld niet. Nee, ja, bedoel. Kun je het er niet aan doen, Jonen? Maar niet, uiteindelijk, ja, het is Chelsea ook. Maar stel nu dat hij... Stel nu dat hij die bal wel heeft, die hij moet hebben. En die goal van Gutjons gaat ook nog een keer binnen. Dan hebben we er 3 gescoord en zij hem misschien maar 2 gescoord. Als als mijn meetje Willeke zat, dat was de notto, vriend. Ja, als mijn tante de kleut, dat was mijn onkel. Exact. Ja, nee, maar dus, dat is voetbal logic. Dat zijn ze van die dingen. Stel nu, hè. Stel nu dat we dat hadden gewonnen. Het zou allemaal geweest zijn. Zo onder te lijnen dan... Kon wel wat een bepaalde kansen. Maar allee, het is natuurlijk heel onwaarschijnlijk. Maar... Ja. Nee, dat Hugo zei, die haalde gewoon een voet van pedaal. Ja. Die kon elk moment zeggen van, ah, ik heb het doen. Ik denk dat ook, die ging dan niet binnen, maar het zou een ander binnen. Allee, zonder zeven... En ze konden nog waarschijnlijk 4 inbrengen die nog beter waren dan degene die erop stonden. Ja, het is zo de manier waarop... De 1-0 kan nu nog niet te veel fout, maar vind ik dat een dekkingsfout. De 2-0 vind ik fout centraal van achter. En dan die laatste twee, ik zit een beetje naar Roef te kijken. En dan begin je inderdaad na te denken. We geen fout maken, wat winnen we hier gewoon. Maar ja, natuurlijk. Maar ja, dat is zo voetballogica. Ja. Dat we eigenlijk geen steek-out. It is what it is. Ja, uiteindelijk... En toch 2 gescoord op de prijs. Dat is de eerste Belgische ploeg. Ja, ook. Ja, dat is wel echt, dat bakt ons een stuk meer af. Ja. Nee, de eerste Belgische ploeg ooit die kon scoren op zijn verbinding en zijn er direct 2. 4-2 was ook echt, dat was meer dan een doekje voor het bloeden. Want 4-1 of 4-2, dat maakt mentaal echt een enorm verschil. Ja, en als je dan een keer zo helemaal op het einde van het was precies, als ik het stadion liep, had ik het gevoel dat ik gewonnen had. Ja. Dat is zeker, dat is zo niet dat we 0-2 voorkwamen, dan zo 4-2. Nee. Terwijl, er staat 1-0 achter, 2-0 achter, 2-1.
3-1, 4-1. En dan toen nog die 4-2, zo helemaal op het einde. Minuut, wat was 90? En we kwamen nog heel dicht bij een 4-3. Een bal die terug werd gelegd op Araujo. En die had dan te veel controle, te veel tikken nodig om de bal goed te leggen. En trapte dan tegen een Chelsea-been. Van heel dichtbij eigenlijk, maar moest dat nog 4-3. Ik dacht echt van, had Araujo hier binnengelegd, dan wou ik het nog wel eens zien de laatste twee minuten. Ja. Ja, hij heeft wel een paar kansen nog gehad eigenlijk. Araujo, een kans of 2-3 of zo. Twee keer dat hij op die 45 aan de halve maan echt aan een bal komt en in plaats van direct te schieten, of de eerste keer schiet hij direct en dan was het naast. En dan daarna twee keer een controle en eraf gepakt. Het kan niet zijn dat hij goed is in ieder geval, maar hij stond wel een paar keer op de juiste plaats in de hal sinds. Hij kreeg inderdaad een bal de 45 van denk Brown of zo waarschijnlijk. En dan trapte hij met zijn rechtervoet, hij is linksvoetig, net voorlangs. Okay. En dat was een van de beste kansen die we gehad. Brown in de tweede helft, vond ik de eerste helft vond ik hem een beetje wegsteken. En de tweede helft vond ik hem echt goed, vond ik Brown. Hij wou zich tonen, denk ik, ook vandaag. Tuurlijk. Hetzelfde met Dean Chelsea. Ook. Dean was ook heel enthousiast, hè. Ja. Dacht er wel. Maar ik merkte wel, toen Dean inviel, dat het een goede zaak was dat Gucci Johnson gestart was. Die had iets meer body, Gucci Johnson. En die kon hangen tegen die verdedigers. Dus ik vond het wel een goede zet om Gucci Johnson te laten starten in deze wedstrijd. Ja. En dan moest Omri nog prikken, uiteraard. Ja, goede assist ook van Dean, hoe we zien. De onvermijdelijke. Eigenlijk doet hij altijd hetzelfde, Gandelman. Die loopt altijd perfect zo naar de rand van de 16. Dan krijgt hij daar eens een bal, zo weet dat van tegen de lijn vaak. En hij trapt daar gewoon kort binnen. Dat is de kwaliteit, hij zo perfect weten wanneer dat je moet infiltreren. Wanneer dat warm moet zijn. Ja. Dus ik heb het vorige keer gezegd, dat is een van de moeilijkste dingen om op te verdedigen ook. Ja, dat is. In lopende spelers vanuit het middenveld. Ik heb het altijd een overtal, want centrale verdedigers zijn je spitsen aan het tekken en zijn daarop aan het letten. En als je dan inderdaad juist weet hoe je dat moet doen, kan weinig spelers waar ik daarmee kan vergelijken. Misschien Hans van Aken heeft dat ook, vind ik. Zeker als je ik heb die zien opkomen bij Lokeren. En dan was dat echt dat ook. Hij heeft betere voeten van Aken dan Gandelman, maar dat was ook in dat seizoen bij Lokeren. Dat was constant dat hij gewoon in die box een kopbal, gewoon iedere keer op dezelfde plek stond. De beste Pieter Gerkes bij Centraal. Eigenlijk wel. Maar hij heeft iets meer power, Gandelman. Die loopt, vinden jullie niet dat hij trouwens heel raar loopt, of ben ik dat? Nee. Die loopt heel frantically. Die loopt zo. Ik denk erop letten, al zijn ledematen loopt. Dat ik niet op let. Ah, die loopt ik vind vooral dat zo'n waterschap loopt. Dat met zijn borst over het. Het is nog net niet Foket. David deed dat ook, hè. Ook een heel goede actie van Samwaze. Ja. Dus loopactie bij de 4-2, dat hij goed zich omdraait, in de rug dekt en dan op het goede moment mee heeft met Dean. Die dan echt gewoon kan uitkiezen wie dat hij aanspeelt. En Gandelman die perfect inliep. Ik had toch al misschien toch Samwaze gegund, deze match. Ik weet dat hij hem niet bereikt heeft, en dat hij consequent is geweest. Maar zeker als ik dan het einde zie, heb ik het gevoel... hij zou ook sterkst gezien hebben, sowieso. Maar ik heb het gevoel dat hij wel een keer in zo omgezaagd heeft. Eigenlijk moet snapte? Een keer plat hebben spieken. Voilà. Die zou ook gezegd hebben, niet met mij, maat. Die zou hij een keer omgezaagd hebben. Ik zou dat liever had hebben dan Gambor, die er 2 meter van stond, met een pamper aan. Ja, ik had liever Gambor centraal gehad, of in de driemansverdediging. Ja. En dan Samwaze rechts. Ja. Die had al... Mensen hebben goed gedaan als Gambor daar uit positie. En dan hadden we nog altijd lengte centraal. Want ja, je moet wel een paar torens hebben van Chelsea. Chelsea had ook echt grote man. Ik weet nog op een moment dat er zo'n corner was van Chelsea naar ons. Monsters, hè. En ik zag zo een groep, denk 4 of 5 spelers van Chelsea, dat zo op een groepje tegen elkaar stonden. Dat was zo peet, maat. Die Badiachile. Ja. Die dacht, waar ze dat zien. Die Sassi, inderdaad. Ja. Maar je ziet dat is ook aan alles. Dus... Je ziet dat als Engels voetbal, je ziet dat aan dat, fysiek, aan de atleten, aan de persoon, als je die ziet staan naar de ander, dan zie je van, what the fuck. Ja. Maar ook gewoon, elke stilliggende bal heeft kwaliteit. En like die Joao Felix, daaraan zag ik het wel, heeft een paar corners geschoten, waar ik dacht, what the fuck. Bij ons zie je nog altijd, en dat vind ik iets van de meest frustrerende dingen in de Jupkes League, is dat is een corner die slecht getrapt wordt. En dan denk ik echt altijd van, gast, we zitten in een trainingsveld, en het is gewoon een balshot. Dus een bal die te laag is of te kort, dan denk ik van, dat is toch niet moeilijk om een bal te trappen. Zelden, hè. En ook die Neelt zo ambetant bij die corners. Ze zijn altijd met 2 bijstaan, en in het moment dat van die gaat wees, dan zo kort geven, ze is een klootzakjes, weet echt. Dat is ook kwaliteit. Daaraan zie je dat dat ze gewoon een level hoger zijn in alles. Ik denk dat we ook concluderen van die match dat we gewoon de wet van de sterkste moeten ondergaan. Mm-hmm. Dat we toch uiteindelijk wel trots mogen zijn. Ik ben zeer trots. Ja. En ik was ook zeer trots als ik uit het stadion hing, want ik stond dus op de bovenste rij en ik had niet zoveel gezien van
de sfeer de beneden, incidenten. Laat ik het zo zeggen. Ja, en ik was aan het lezen. Ik was aan het lezen, mijn phone, ik zo, ah, oei, Anderlecht heeft wel echt bond gemaakt vanavond in Sociedad. En mijn stoelen gekletst en al. Ik zo, allee, ik zei tegen zucht als ze naar buiten aan het stappen waren. Gamai, ik ben blij dat we hebben ons getoond. Iedereen is trots op ons. En we hebben niks van Magaar. Twee minuten later komen Joran tegen. Ja, maar heb je het gezien daar beneden? Maar eerlijk, het was... Fuck! Ik zat daar Hans van voor bij daar de kern op rij 8. Het gebeurde allemaal vlak voor mijn neus. En dan toch even mag zeggen van... Allee, die mensen... Weet het, om het voor eens en altijd duidelijk te maken, het was wel degelijk een Gent-supporter die als eerst begonnen is met een beker te smijten. En iedereen, oh, beker smijten, oh, grappig. En dan komt er een terug. En dan houdt de camera zot. Die durft dat weer eens smijten. Dan denk ik, maar ja, oké, die moet dat niet doen, maar wat verwachten die? Ja, ja. En dan zijn er allemaal bekers bij hen smijten en dat is terug binnenkomen. En toen een keer een paar, sorry voor het woord te brengen, maar die debiele marinaal, dat toch... Ja, ja. Die zijn begonnen met stoelen af te breken. Dat denk ik, kom aan, zijn er zo opgevoed. Maar ja, echt, gewoon, ik heb ook over zijn nadenken. Maar dat verpest frustratie. Ook gewoon, ja, maar ook dat zo, door die banter van Chelsea, dat ik denk van, dat is hun manier van supporten. Je weet als ze dat gaan doen, laat die zo'n keer niet vangen. Dat ik denk, allee... Ik snap ook moet niet waar mentaal zit. Ja, kortsluiting gewoon, kortsluiting. Ik weet het niet. Maar mannen moeten toch echt verwachten voor de match dat ze gaan winnen? Ja, tuurlijk. Toch? Ja. Anders worden toch zo boos niet? Die band, ik weet het niet. Maar ik wil toch even zeggen, gasten, allee, we gaan er allemaal naartoe om een fantastische match te kijk zien. Kijk in de camera. Ja, maar ik ga het een keer goed zeggen, man. Niet maar serieus. Ik was echt, echt kwaad op die gasten. Ja, maar ik was ook wel echt zo, ach, maar meende deze nu ik, weer. Ik zei het ook nog tegen Niels, ik dacht tijdens die match, want allee, we zijn hier allemaal naartoe gekomen voor een fantastische match te zien tegen een topclub uit Europa. Om ons ploegskunde, ons Gantoise tegen Chelsea te spelen op Stamford Bridge. En zijn toch een keer een groepje van, ja, hoeveel? 10 man. Dan toch zo'n keer achterlijk begon te doen. Ja. Dat ik denk, allee, hoeft dat nu? Dat heeft echt een deel van de sfeer verpest, hoor. Ja, uiteindelijk. Allee, ik was echt niet content dat ik dat zag. Dat heeft en ook al, gewoon, de harde kern. Niemand zei ook van stop dan een keer mee. Want de mensen die rond die zijn van, allee, ik heb ook nog staan roepen van gasten, vind je dat normaal? En niemand van de harde kern zelf zei, gasten, we kunnen een beetje normaal doen. Of, allee, ik denk, maar ook niet, gewoon aanmoedigen en blijven zingen en blijven banteren doen naar Chelsea. Dan denk ik, maar wacht even, zo even dat alles terug op orde komt, u dan verder met sfeer maken. Want dat werd bijna aangemoedigd zelf. En natuurlijk, die stoelen bleven maar komen. Hè. Maar gewoon, gelijk hoe de Anderlecht dat deed, hè, uitvlijten. Allee, dat had misschien ook niet met die 10 man. Ik denk dat ook niet iedereen het door had of zo, ik weet het niet. Nee, wel, maar dat is echt door, wel ons vak dat wat door had en dat mensen echt niet content waren. Ik zei dat, wij kwamen buiten. Ik was echt vies. En Joran die kwam echt, ik kan niet zeggen gelijk blik, maar hij zag er ook voor, hij zag er ook kwaad uit. Ja, maar denk, wanneer was dat, minuut 70 of zo? Ik weet het niet meer. Ik heb geen idee. Was een min aan het einde toe. Ik had er ook iets van meegekregen tot na de match. Ja, maar het was geen schoon zicht. Maar ik zei het gebeurde allemaal voor mijn neus, ik had het allemaal zien gebeuren. Ik denk van, allee, ja, dat is nu ook niet normaal. Gewoon even zeggen, wat is het punt? En ik ken ermee, allee, er zijn een paar mensen die we kennen van in de server die ook dicht bij de ultracultuur zitten. En die waren nog het meest boos van allemaal. Ja, ik vond dat echt niet normaal. Dus ja, dat maar zeker ook, omdat Gent, we hebben zo niet die... Op normaal zien dat toch een redelijk deftige reputatie van zo'n gestoot net te handen. Mm-hmm. En dat gaat zo naar zo'n match die voor iedereen veel betekent. Waar iedereen gewoon wil genieten van de match. Super veel lawaai, maar Andreas zei het er ook... alleen maar Gent-supporters gehoord. En in één keer hadden ze zoiets doen. Ja, het is vooral ook zo, het verhaal daarna, dat diminished. Zo. Ja. Je hebt die ervaring in mijn hoofd hebben... Dat eindigt dan zo op een slechte noot. Minuur. Ja, dat vond ik echt spijtig. In mijn hoofd hebben we ook een ganse match te zingen. Gewoon 90 minuten. Dat was bij mij de indruk die we hadden achtergelaten. Maar als je dan de dag daarna op Twitter leest, dan is het overal. En zelf bij de Britse pers een beetje van, oh ja, kijk wat de Gent-fans gedaan hebben. Dan dat vond ik echt spijtig. Zeker omdat we normaal zien zo'n goede reputatie hebben. Volgens het Nieuwsblad, ik had dat... Want ja, ik was ervan geschrokken dat het inderdaad was gebeurd. Ja. En dan had ik dat een beetje opgezocht. Maar volgens het Nieuwsblad was het toch wel eerst een Chelsea-supporter die stoeltje had gegooid, maar jij zegt nu tegen. Nee, dus, stoeltje wel. Stoeltje, ja. Nee. Maar die video van die ene guy, dus heb die gast met zijn lang haar. Ja, wel, maar die had de stoel gevangen, die werd gesmeed, maar die was eerst gesmeed door de Gent-supporter. Oké, maar hij zelf heeft die eerst gegooid.
Hij zelf, de gast met krullen, heeft zelf niet eerst een stoel gehoord. Nee, heeft, dat was een stoel die al door een ander sport werd gesmeten naar Chelsea. Zij hebben dat weer gesmeten, dat was toevallig naar hem en heeft dan nog een keer weer gesmeten. Ik wil dat niet goed dat hij dat gooit, maar ik vind het gewoon kut voor hem persoonlijk. Ja, hij okay, heeft nu wel geen stoel losgetrokken. Als de zotste ultra in beeld komt. Ja, ja echt, die nu maandag op zijn job gekomen zijn. Ja, maar uiteindelijk, uiteindelijk moet hij zo niet weer gesmeten. Ik weet dat hij denkt van, godverdomme, gaan we een keer... Weet je, ik heb ook een beker over mij gekregen. Het was gelukkig, maar water het plakte niet. Ik heb een keer vies gekeken, maar weet je, ik heb niet die beker gepakt en weer gesmeten, snapte. Mm. Denk van, oh, een klein beetje zelfcontrole. Ja. Dat missen sommige mensen blijkbaar. Ik denk ook dat het ermee te maken heeft... het een paar sporters van de kern die stadionverbod hebben in België. Ja, niet en in wel, het zat ook te pijzen. En dat zijn die mannen die natuurlijk zijn meegaan en die het risico niet echt lopen op zo. En het zijn ook waarschijnlijk die de flyers hebben opgestoken, et cetera. Ja. Of die de grootste risico's hebben genomen voor de harde kern. Dat gaan die mannen geweest zijn. Waarom? Wat wilt u daarmee bereiken? Ik weet het niet, is dat om uw ploeg te steunen, zo gezegd? Want dat duurt een verpeste sfeer voor de volle 10 minuten, want het heeft 10 minuten duurt, hè. Dat stoel is mijn en al. Ja, ik wil ook wel een keer vragen, waarom? Een dubbele rij flieken en stewards. Voor de kick, denk ik gewoon. Eigenlijk. Ja, ik doe dat ook niet voor de kick, maar ik denk dat dat ook een kick is. Pas het gewoon zo hard voor de anderen. Want er zijn nog zo'n hele rij met stewards en flieken tussen komen staan. Die heeft dan ook nog flesjes en stoelen in de kop gesmeten gekregen. Ik denk, gasten, zijn zo debiel of wat is dat eigenlijk? Dus ik hoop, om te eindigen, ik hoop gewoon zo hard dat jullie allemaal geïdentificeerd worden en gewoon een dikke poet krijgen. Want zo mensen horen echt niet in staat. Ik heb wel eens nog een zien toen ik uit stadion stapte. Was er een keer een Gent-fan langs mij echt aan het ketten. En dan ineens 7 flieken babes daarop. Dat is ook wel iets specifiek in die Britse flieken. Echt 7 en dan 3 paarden daar rond. Die werd echt met zijn smoelwerk op de grond gekwakt. Ik hoop dat het er een van was. Echt waar. Ja, echt. Als je mij in de stoel hebt gegooid, je verdient het klote. Ja, echt. Dus niet meer doen. Stout. Dus, ik denk dat we lang genoeg bezig zijn voor Chelsea. We zien onze man van de matchen doen. Ah ja. Snel. Ik ga sowieso voor wat dan al bij. Oké. Okay. Ja. Ik ga voor de Lorge. Ja, ook verdiend. Ja, ook wat dan al bij. Ja, ik kan eigenlijk niks anders zeggen. Ja, ja. Ik ging ook de Lorge zijn. De Lorge vond ik echt voor zijn leeftijd. Was de een van de weinigen die wel composure had. Die een bal aan kon nemen, een keer wegdraaien, een keer kon kijken, een keer rust had. Voor zijn leeftijd, chapeau. Dat was echt alsof dat hij de maturiteit van Cummins had. Dat was echt zot. Een paar keer ook zo weggedraaid met een bal achter het steunbeen te controleren en zo. Dat was ook dat zo. Dat doet hij goed, ja. Cummins heeft ook zo die hele korte draaikers. Ja. Ik denk op zich, buiten dat Roef, dat hij buiten die paar goals die je dan niet op binnen moet krijgen, dat hij wel echt nog goede saves gedaan. Dus misschien voor hem nog een, hoe zei dat, een honorable mention. Ja, ik vond Brown ook wel honorable mention. Ja. Ik vond het ook wel echt... Een degelijke match speelde gelijk zei in eerste helft een beetje wegstoken. Maar in tweede time kwam bijna alles. Vandaar ook, behalve nu die tweede goal. Maar dat was toen dat Gamboa en zo eraf waren en Sam Wilson erop. Ja. Voor de rest kan ik er ook moeilijk echt uitpakken. Die zegt. En Good Johnson vind ik ook echt. Ik heb al een paar keer op zijn kap gezeten. En dat vond ik zijn beste match van Gent. Ik had nog een leuk statistiek. Op bijna alle vlakken is Gent gewoon overklas geweest. Maar dat is mij één iets... No. Leuk. Dat is mij wel één iets opgevallen. Bij duels, zowel op de grond als in de lucht, heeft Gent 57% gewonnen. Hepla. Dat vond ik wel zoiets opvallend. Zo. Ze hebben hem ook wel niet laten doen of zo. In de duels. Dat toont wel van... Probeer naar genoeg. Wij zijn gewoon niet ook omdat we zoveel onder hebben gelegen dat we altijd in onze eigen derde... Dan Hamitrovic vaker en komt duel minder in. Ja, dat wel, maar toch... Moet meer lopen en in duel gaan omdat je een bal niet hebt. Ja. Ja. Was dat die match waar we voor zeiden... You're not gonna fucking dribble me? Hamitrovic had iets gezegd. Ja. Dat weet ik in een interview ook nog zo van... Yeah. If you try to dribble me, I'll kill you of zo. Ja, zoiets. Maar ik weet niet of dat ervoor of de naam was. Ja, ook niet. Hij heeft wel een keer in de judo gelegd. Dat was ook een van de betere momenten van de match. Kijk. En dan naar de realiteit. Van Stamford Bridge naar het kunstgras van Steyen. Ja, eentje. Ganderman heeft gescoord. Opnieuw. Wie anders natuurlijk. Catch. Honestly... Ik neem echt een gelijkspel op zijn truiden na de midweekmatch op Stamford Bridge. Ja. 2 uitmatchen. Ja, op het algemeen denk ik tegen zijn truiden een beetje flow match. Kan de man stap niet op de juiste plek. Dat we gewoon zijn van hem.
Verder niet veel grote kansen. Ja, in de eerste time hebben we eigenlijk twee super grote kansen. Max Dien wordt de laan ingestuurd. Ja, eigenlijk een verdediger van Centraal die onder de bal doorglijdt. Net op het moment dat Centraal aan het drukken is. Dien kan alleen op doelen gaan. En daar maakt hij, vind ik, de fout. Dus linksachter van Centraal die naar binnen knijpt. Die Dien probeert af te stoppen. En hij moet eigenlijk ook naar links gaan. Zodat hij meer tijd en ruimte heeft om oftewel zelf te gaan kijken voor een schot. Oftewel, ik denk dat Araujo, of wie was het niet meer, die pas Araujo. Van rechts kwam er iemand mee van Gent. Op dat moment. Het kan ook Surdé zijn geweest, ik weet het niet. Startte Araujo zelf. Ja, die startte. Ja, hij startte tegen. Maar die startte op linksachter. Dat was zijn eerste buitenspas, zeker? Ja. Mm-hmm. Yep. Of in de Jupiler Pro League zeker. Maar waarschijnlijk ook daarbuiten. Ja. Maar dus Dien had die kans en die heeft hij een beetje verkwanseld. En ook Surdé had nog een grotere kans. Ja, op het dat einde hij eigenlijk van... kost afleggen naar Dien. Ja. Dat hij zelf gaat, ja. Dat is echt jammer. Als je daar 2-0 maakt, dan krijg je een tweede helft. Die heeft ook een keer... dat is geflat op de lat. Ja. Dat was echt... Dat was ook wel een grote kans. Dat was nog groter dan Dus ik vond de eerste helft was een matige pot voetbal, maar ik vond ons daar wel beter. Snap je? Maar zegt dat wij 55% hadden en Cercle 45%, het was nu ook niet... Centraal. Ja, Centraal, was ik. Cercle. Saus. En in de tweede helft was het niet het geval. Hè. Dan was het eigenlijk alleen maar Centruiden. Ja. Roef heeft goede reddingen dan. Juist wel spijtig van die ene bal die hij lost. Maar ja, uiteindelijk kun je hem zo kwalijk nemen, denk ik dan niet. Ja, nee, dat is iets wat kan gebeuren. Vlak voor. Ja, dat is gewoon lastig. Kunstgras pakt dan wat meer snelheid ook. Maar ja, je kijkt altijd kind of naar een keeper bij een rebound. Maar misschien moet je ook kijken naar wie dat de speler dekt. Maar het is zo. Je kunt daar naar veel... Die van Centruiden, of Italiaan, daar liep daar ook wel goed. Het was Mitrovic die daar onder andere niet bij de rebound op tijd verstaat. Daar sta ik als verdediger, dat je daar minder snel de bal zit als aanvaller. Als aanvaller vlieg je erop natuurlijk. En vertrouw ook op je keeper, een beetje, denk ik, als verdediger. En als aanvaller altijd aan het anticiperen. Ik denk dat ergens altijd wel verwacht dat je keeper die bal heeft, maar uiteindelijk... Kielin heeft ooit keer gezegd, als verdediger moet je eigenlijk altijd pessimist zijn, moet altijd eruit gaan, het is het slechtst mogelijk scenario. Wie zit er? Kielini. Giorgio. Dus een van de beste verdedigers aller tijden. Dus jij moet altijd vanuit gaan, die bal gaat slecht verwerkt zijn, dus ik moet daar gaan staan, ik moet afdekken. Maar Mitro dacht, shot, ik zal wel zien waar de bal uitkomt. Ja, ik vind dat Roef zeker nog erger. Heeft voorkomen ook. Op het einde was het daar, of was dat net naast in Brahimi? De laatste minuut. Die kans. Ik zou die erin gaan, eerlijk gezegd. Ik ook. Wat was er nu weer? Kuta, dus Brahimi? Ja. Die werd de laan ingestuurd. Met zijn kon ook. Die kwam gewoon links voor het doel en die net voor het doel chipte hij hem eigenlijk. En Roef kan nog net iets raken. En die bal dwarrelt eigenlijk voorlangs. Dus ik dacht dat het geredding was, maar dan gaf hij corner en Roef protesteerde nu waarschijnlijk van ik heb hem gepakt. Ja. Roef protesteert nooit. Het is gewoon stoïcijn, dat is pak. Dus dan een wereldredding, komt ze terug naar zijn lijn. pak twee goals op Champions Bridge, hetzelfde reactie. Die Brahimi, die heeft zo hetzelfde lijk dat Koita had. Zo gewoon van waar dat hij ook wilt, gewoon schieten met zijn linkse. En putain, sorry voor het woord. Ja, Roef heeft daar toch echt wel goed die ballen eruit gehaald. Zeker. Die Brahimi is ook wel nog wat pakjes beter als Koita. Ja. Die was ook snel, man. Speelde toch in de league. Van Ren of zoiets. Ja, geleend van Ren of Lidl zelf. Ik weet het niet meer. Van een vrij goede ploeg, hè. Ik heb wel zien dat hij op een moment dat hij zelfs een spurter ook achter een bal. En een verdediger van Gent ging trouwens, ik weet niet meer wie. Maar die werd er echt los afgelopen. Dat was echt nog redelijk snel. Ik vind ook een kleine shout-out naar de scoutingzaal, maar ik vind linksbak van Centraal vind ik gewoon een leuke speler. Ogawa, gewoon in de gaten houden. Ja. Mag ik ook even een shout-out geven naar een speler? August de Wannemakker speelt bij Racing Genk en zit in de jeugd, U19 misschien. Gent, haal hem alsjeblieft terug, dat is een goede voetballer. Komt van ons. Ja. Ik geloof in hem. Het is ook de broer van goede vrienden van mij. Een beetje vriendenspolitiek. Makelaarspraat. Ja, dat is goed, dan kan hij in de podcast komen. We zullen het doorgeven. Welke positie? Ik heb geen idee. Oei. Maar komt de aap uit de mouw. Hij speelt op de flanken, maar ik weet niet meer. Ja.
Die Brahim komt van Nice. Ah ja, toch. Ja. Like, als we in de winter iets halen voor mij, is een centrale verdediger. Van Nice wat dan een beetje zetten. Ah, wel, lag gaan. Ja, lag af. Ja. En nog een centraal middenvelder? Ik wil ze wat meer breedte in het centraal middenveld. Ja. Oké, maar... Ito, ja, maar ik moet wel zeggen, Ito tegen Sint-Truiden, ik vond hem veel opvallender dan in vorm. Veel in matchen is hij zo... Je ziet hem vaak niet zo... Maar nu vond ik hem zeer... Hij is gelijk hoger of zo, denk ik. En ik vond dat hij veel meer betrokken was bij het spel. Weinig opgevallen, om eerlijk te geven. Ja, nee, ik vond hem echt opvallender dan in andere matchen. Ik denk dat Frank nog in zijn systeem gaat evolueren en dat... Die Omba, die Nederlandse team, dat die er ook meer prominent gaan komen. En dat we ook op termijn... Nu spelen we zo met een 4-3-3 met de punt naar achteren, de loge op de 6. En dan 2-8 Kums en Gandelman als iedereen fit is. Maar dan op termijn naar een 4-2-3-1 gaan met Gandelman en de loge voor de verdediging. En dan 3 man in steun van een diepe spits. Gelijk tegen Mechelen. Leuven hebben we wel zo gespeeld. Want toen speelde Vanja op 10. Ja. Dus ik denk dat dat de endgoal is. En ik zie, wat ik ook misschien Franke nog zie doen, nu mag Fadiga zo van rechts voorspelen. En trankt hij dat vertrouwen. Maar misschien gaat hij op termijn verwachten dat hij dat ook kan doen, maar van op de rechtsachter. Like dat Muñoz deed. Dat zie ik ook nog gebeuren. Ja, ik denk dat hij dat wel probeert eruit te halen. Ja. Met Fadiga's. Hè. Dat hij dat wel ziet. Hij ziet meer in Fadiga dan in Samaze. Maar ja, hij is ook een atleet, hè, Fadiga. Hij is nog een keer groot, sterk, snel, technisch. Alleen oogkleppen. Tegen Mechelen heeft hij gescoord, Fadiga. Tegen Bruggen heeft hij een ongoal afgedwongen. Ja. Tegen Cercle heeft hij gescoord. Ja. En, Leuven, de laatste match. Ja, ook. Bij 6 laatste wedstrijden zijn wij 4 goals betrokken. No. Dat is echt... Zot voor iemand die als rechtsachter is gekomen. Ja, of zo. Maar dat vond ik dan ook wel... Ik vind het zo jammer dat Samaze niet meer speelt, maar je kunt dat wel ook niet meer... Weet dat, als je dat dan ziet, al die goals en al die, weet dat, die dingen die hij doet. Maar hij speelt niet op de plaats van Samaze. Ja, hij speelt rechtsvoor. Het is anders. Ja. Ik weet... Maar ja, zou dat dan kunnen? Samaze en Fadiga? Ja, ik zou Gamburg hier naar Swatta zetten, centraal een keer Samaze rechtsachter durven zetten. Maar als Samaze puur verdedigend... Hij houdt niet tot zijn helemaal tot terecht. Maar gewoon dan wel een wisselwerking. En dan kunnen we wel een keer zeggen van Sammy, ga jij een keer. Allee, Samaze, ga jij een keer. Ik zeg trouwens, ik weet niet of dat jullie ook bij jullie bekend is. Ik zeg stevast Sammy Alves. Alves. Vernoemd naar de Braziliaanse legende. Nooit aan je dacht. Maar we zijn nu een derde van het seizoen ver, van de reguliere competitie. Ja. Maar is hij al verdediging? Vinden jullie dat er nog iets bij moet? Van achter wel. Wow. Ik vind ook wel een centraal verdediger dat we dat, echt, dat we nog wel een extra doen hebben. Want... Ja, ik vertrouw Jordan en Mitro gewoon niet. Voor het seizoen had ik wel zoiets van, yes, Jordan blijft. En nu heb ik echt zoiets van... Ah, fuck, what the fuck is er met Jordan, man? Ja, het is, Die loopt ook gelijk dat hij 80 is of zo. Yeah. Soms. Maar hij lijkt soms vaak zo wat... Ik weet niet, zo wat ongemotiveerd of zo. Of zo is dat er zo like, niet met zijn volle hoesting? Nee. Als dat ziet op die ploegfoto van net voor de match tegen Chelsea, zat dat zo precies tegen zijn hoesting. Precies zo. Elk moment kan beginnen blijten en zijn mama bellen van kom mee aan, ben je niet. dat gevoel had ik echt als ik dat zag. Maar hij wordt toch een transfer op de... Ja, blijkt. Ja, en is dat niet daarom? Ja, was ook... Ik denk dat het zijn laatste contract is. Voor ik denk dat het zijn laatste contractjaar is ook. Kun je niet van weten. Dus vandaar dat hij weg was, hetzelfde met Samaze. Mm-hmm. Dus ja, daar wil ik ook wel nog iets bij. Ik weet niet hoe dat Lagat goed, maar laat hij maar een jaar spelen. Of dan, het doet wel. Bij Kortrijk speelt hij altijd, en dat is gewoon belangrijk voor hem. En bij ons kun je dat hem niet garanderen. Hij is ook al een keer speler van de maand geweest. Dus dan zitten we weer met de vraag, moet je dan toch een nieuw centraal... Ja, je moet wel een centraal verdediger kopen. Want Jordan kan dan wel iets laten. Oké, ik zou ook een centraal verdediger bij pakken. Maar moet eigenlijk Jordan of Mitro... misschien dan Jordan, omdat hij dan nog iets kan opleveren. Mm-hmm. En omdat hij ook weg wil. En Mitro... Die gaan pensioneren bij ons. Ja. Nou, wie weet. Met al een legend eigenlijk, Mitro. Ja, maar ik vind hem ook niet super scherp meer of zo. Maar hij is wel nog heel gemotiveerd en hij wil er echt nog voor gaan. En hij geeft echt 100%, maar hij is niet snel genoeg. We hebben ook gezien tegen Chelsea. Zeker die eerste 20 minuten dat hij daar echt... Hij wist precies niet wat hij moest zijn. En maar gelijk die eerste goal van Chelsea, die bal die wordt geurpt van rechts richting Renato Veiga daar. En Mitro, hij moest Veiga niet dekken, daar gaat hij niet voort, maar hij draait zich om. En hij springt niet, of hij maakt zich niet groot, of hij zet geen 3 stappen meer richting die speler. Hij draait zich gewoon om. En gelijk wat dan heb ik weet zeker, moest hij daar op die positie hebben gestaan, die draait zich om en die probeert nog een sprint te trekken richting die speler. En dan, shit, is dat iemand die kan koppen, ik ga ze goed mogelijk maken. En bij Mitro is gewoon omdraaien. Ah, fuck, ja, ben pakt. Ja. Dat dus. Heeft hij al veel gehad de laatste jaren. Fuck, ben pakt. Maar hij is 34, dus
veel... Ik vond het ook een rare transfer vorig jaar. Maar dus oh, ja. Het was een beetje het noodzaak ook toen. Maar. Ja, PP is 40 en die heeft op de, ja, maar op de EK heeft hij... Ja. Die speelde, die springt wel en die loopt wel nog zo voor die paar meters. Niet vergeten dat daar wel gewoon Ruben Dias naast staat. Allee, kom maar. Ja, ja, ik weet het. Allee, Watanabe is goed, maar om niet te zeggen om er een Ruben Dias aan te maken, pas op. Gewoon die scherpte van Pepe. Allee, dat, ja. Het is niet maar 34, dat niet meer scherp moet zijn of zo, of kunt nee, zijn. Dat niet maar. Watanabe, ja. Die kan van mij, al is die denk ik ook al eind 20. Voor mij kan hij eigenlijk ook wel... 27. Kan ook wel nog een stad, inderdaad, 27. Ja. Ik kan wel nog een stap zetten, vind ik. Die kan wel zo'n Bundesliga spelen voor mij. Ik ging net zelfs Bundesliga, misschien Frankfurt is. Ja, okay. Ja. Maar ik denk dat wij er nooit voor gaan krijgen. Wat, we gaan er nooit zo'n mooi bedrag voor krijgen dat we gaan denken van ja, dat is een goede zaak voor ons dat hij weg is. Voor ons iemand vinden die hem zijn. Zeker verdedigers gaan ook vaak voor niet zoveel geld. Mm-hmm. Ik zou echt met plezier zijn contract openbreken dat hij nog 5-6 jaar blijft. En dat hij gewoon. Onze kapitein wordt. Well, onze kapitein hoeft niet per se meer. Jawel. Want, En dat je waar is wat dat rubriek. Ja, dat hangt er heel relevant in. Anders kunnen we dat niet meer doen. Hè, ja. Ja, dat is gedaan. Hè. Ja. Waar is Sammy? Hè? Sammy Alves. Maar kijk, ik denk dat we zo alles een beetje gezegd hebben over zijn trein, zeker. Ja. Zijn match. Snel van man van de match. Ik ga zeggen, Roef. Nog veel even vermeden. Ik ga dat ook zeggen. You know what time it is. Shit, ik heb niet echt in mijn match in mijn gedachten. Dat is moeilijk bij zo'n match. Het geitje Gandel, uiteraard. Even gescoord, ja, man. Ja, ik kan echt niemand uit die match pikken. Iedereen speelt daar een 5-10 voor mee. Ja. Waarom heeft echt wel veel bal gehad? Ja, dat wil ik niet zijn. Misschien Araujo, omdat hij het goed gedaan heeft. De eerste keer in de basis. Roef heeft 11 saves gedaan. Dat is wel redelijk voor. Ik wou gewoon iemand anders nemen. Ze. Ik zei ook Roef, omdat hij inderdaad een paar goede saves gedaan. En... Ah, maar ik niet. Ah, wat dan niet, hè? Alright. Oké, okay, ça va. Doen we de ex-clubwatcher eerst of wil je iets anders doen? Nee, doe maar. Oké. Okay, dus uit de bussen komen ze uit keer. Yes, dus de vorige keer hebben we lots getrokken. Ze hadden een aantal spelers in en het was vooral nipt in de voting tussen Habib Habibou en Moses Simon. Maar alles samen, Spotify en YouTube votes, heeft Moses Simon 1 stem meer. Dus het publiek wil ietsje meer horen over Moses Simon. Yes. Nou, de meeste aan tafel die ook wel vrij goed kennen en nog herinneren. Speler uit 1995. 95? En, ja. Man wordt 30. Dus ja, man wordt inderdaad 30. Oh, zo oud. Fuck. Fuck nou. En eigenlijk, ik weet ook niet... Dat is weer zo'n Trenchen-transfer. Iedereen kent de Trenchen-saga wel. Hoeveel dat was de eerste Trenchen-transfer. Ja, nog voor de andere, die, hoe noemt hij nu weer? Rabiou. Ja. Ja, oh ja. Yanga. Ja. Kalou. Nee? Kalou was Kalou. Ook vandaag, denk ik. En ook Wesley van Club Brugge, die is ook van Trenchen gekomen. Amai, maar hoe vinden die al die Nigerianen? Maar het blijkt wel dat in 2013 dat hij eerst de voorbereiding heeft meegemaakt bij Ajax. Simon dus heeft daar een paar oefenmatchen meespeeld. Hij werd zelf nog gelinkt aan Tottenham en Liverpool in die periode. Maar hij heeft eigenlijk geen contract gekregen. En dan heeft Trenchen hem opgepakt in 2014. Hij heeft een 3-jaar contract getekend. En daar heeft hij wel een aantal goede seizoenen gespeeld. Waarna dat wij hem opgepikt hebben, eigenlijk een jaar later al. Eigenlijk heeft hij 17 goals gemaakt in 38 matchen voor Trenchen. En dat is een beetje een winger. Alhoewel dat hij de periode dat hij bij ons opkwam eigenlijk ook voornamelijk als tweede spits fungeerde. Dus wij hebben die dan opgepakt in 2015. In de wintermarkt toen. Ja, en want de eerste match dat hij gespeeld heeft, eigenlijk echt, er zijn veel mensen die hem die herinneren op Lokeren. Ja, maar er zijn nog twee matchen voor geweest. Oh. Waarbij dat hij eerst op mijn scroen 1-3 pakte. Ja, klopt. Na 38 seconden stond hij op het plein. Dus hij werd gewisseld. Daarna heeft hij ingevallen op Moest Kroen 1-3. Dat was zijn eerste match. Hij heeft dat 10 minuutjes meegedaan. En dan daarna was het beker tegen Lokeren. En dan, ik weet niet meer of we er zijn uitgegaan precies. Maar hij stond er 38 seconden op en heeft eruit gepakt. Op de voet van Koen Persoons gaan staan. Maar dan daarna heeft hij gezegd, godverdomme, dat gaat me nu niet meer gebeuren. En dan heeft hij op Lokeren gespeeld. En dat is denk ik de match... De referentiewedstrijd dat iedereen zich wel herinnert, is dat hij er dan een hat-trick gemaakt heeft in een 3-3 op Lokeren was, denk ik ook. Ik weet niet of wij 3-2 of 3-0 achter stonden zelf. Ik denk dat we een paar keer achter stonden, dat hij iedere keer
Het waren wel allemaal tap-ins binnen. Het waren geen wereldgoals. Ja, hat-trick is hat-trick ook. Het was twee keer zo inderdaad. Hij gewoon van voorzetten, maar hij stond er wel. Nu ook geen tap-in. En de ene keer was wel een kruiser. Ik heb een YouTube-video gemaakt ooit daarover. Hey, over Simon in zijn eerste jaar. Echt? Ja, ja. Ja, vertel ons. En ja, waarom doe ik deze rubriek? Ja, nee, maar dat is 8 jaar geleden dat ik dat gemaakt heb. Ik weet het ook allemaal niet meer zo. Zie dat ik dat... Was maar, die video dus, zo onder link zoek in de op Moses Simon, K. Hens en dan Quinten of zo. Ik vind, het zal toen wel wat ik me daar ook wel van herinner. En ik vind dat eigenlijk... Ik kan niet zeggen de transfer die ons kampioen heeft gemaakt. Vond ik in het kampioenjaar. Wel echt, of niet? Wel. Ah ja, maar dus die kwam... We hadden zo'n goede ploeg, maar we hadden zo geen X-factor of zo. We hadden geen enkele speler waarvan je dacht van... Daar is hier iemand die de wedstrijd voor ons gaat openbreken als het moeilijk is. Wat is zo... Ja, geen Hazard bij de Rode Duivel of zo, zeg maar. Of zo'n type. Dat hadden wij niet. We hadden overal gewoon oerdegelijke spelers. Mm-hmm. Allemaal aan de kwaliteit. Menu Switch op Water de Jaren. Je kent ze allemaal. Kenny, Neto, Kums. Dat zijn geen spelers die zo individueel die X-factor hebben. En dan hadden we opeens Moses Simon. En die kwam gewoon binnen. En dat was onmiddellijk van wow. Die kan hier iets toevoegen wat geen enkel andere speler bij ons kan toevoegen. Ik had echt dat, toen ik die eerste match... Die Simon match, die 3-3, dat doet mij vrede denken aan... Alleen bij Orban was het misschien nog erger, maar die match op Bassa, ik zie dat er ook. Waren dat er 4 of was er 3? Ook? Er waren 3, maar heel snel. 3 minuten en 3 minuten. Maar dat deed mij daaraan denken, want ik herinner me dat ik die match zag oplokeren en dat ik ook wel echt dezelfde zo van, maar wow, dat er zo 3 ineens binnenstampt. En zo, maar eigenlijk heb ik nog nooit gezien. Dat had ik bij Simon ook zo van. Ik vond wel dat hij ons echt mee kampioen. Hij heeft ons inderdaad dat gegeven, echt wat hij beschrijft in X-factor, waardoor we een title contender werden. Daarvoor waren we, amai, Gent is eigenlijk wel veel beter dan we verwacht hadden, het eerste seizoen onder Heijn. Allee, er zit goed systeem in en dat was het vooral. Maar dat heeft ons wel, en heeft 7 goals gemaakt in 17 matchen. Dus dat is een mooie mail. In een seizoen zelf. Hij kwam het einde van de winterstop, in de winterwerkkaart binnen, weet ik nog goed. En, heel belangrijk was zijn goal thuis tegen Club Brugge. We hebben 2-1 thuis gewonnen. Ja, ik hoor dat zeggen. Pakt hij hem zo mee met de borst. De foul loopt in het bos gestuurd en dan legt hij hem mooi voorbij. Wie was toen in de goal bij Club Brugge? Butel of zo. Ja, dat zou kunnen zijn. Hoe noemt hij de Fransen nu weer? Dat is een Fransman die goal is. Ja, Butel. Butel. Ah, was dat al sorry. En Club Brugge in het fel oranje. Ja, ja, ja. Dat was, legendarische wedstrijd. En Timmy Simons met een on-goal. Ja, dan moesten we normaal van Thibaut. Dus heb het, dat was zijn herinnering daaraan. Klopt. Maar Simon ook, eerste wedstrijd in de play-offs heeft hij gescoord tegen Kortrijk thuis. Maar hij heeft daar wel ook bij zijn goal zich gekwetst aan de knie en heeft niet superveel meer gespeeld in de play-offs. Nee. Dus hij was heel belangrijk zo, om ons halfweg dat seizoen naar een hoger niveau te tillen. Maar dan, begin van de play-offs, is hij een beetje op het zijspoor beland door die blessure. Binnen 2 heeft dan vooral op die positie gespeeld. Ja. Want dat was dan echt wel de Poitre in spits. En Simon speelde echt daar rond. Hè. En Benito deed dat ook. Hè. En wie kwam er in de plaats van Moses Simon? We spelen met een spits en 2 pockets. Hè. Links Simon en rechts Milicevic. In de pockets. 3-4-3. Nee. Saïf? Hij heeft gescoord. Zelfs 2 keer. Ja, 2 keer op standaard. Oh, dus dat was legendarisch. Oh, die patatten dat. Dus ja, wij spelen zo'n 3-4-3, met vooraan 3 man. Dus links altijd Simon en rechts Milicevic in onze beste ploeg na nieuwjaar. En dan Pedersen moest dan die rol van Simon gaan invullen. En ja, iedereen dacht van, wat gaat dat geven of zo. En dan op standaard komt het er eerst keer echt goed uit de verf. En dan, die goal, man, what the fuck. Dat was echt zo'n rare speler, Pedersen. Die ziet eruit dat hij mijn beste boekhouder zou kunnen zijn. Maar hij heeft de voeten van een engel gewoon. Ik kan hem gewoon niet versnijden. Enfin, dus ja, iedereen kent uiteraard Moses Simon van dat kampioenenjaar vooral. En dan vond ik vond dat eigenlijk een ziek goede zet dat hij daar zo wat mee in spits mocht spelen. En dan vond ik het seizoen daarna dat hij hem vooral niet bijna, maar bijna de flank echt duwde. Maar bijna zelf naar de wingback ook. Hij heeft daar gespeeld. En dat vond ik heel jammer. Ik snap wel dat hij dat bedoelde, omdat dat is een die een actie kon maken die snelheid had. Maar hij was zo goed toen hij opkwam in die tweede spitsrol. Maar zeker, ja, dat is iets wat ik altijd zeg. Maar spitsen, die mensen die naast Laurent de Poitre speelden bij ons, die worden altijd beter. Tenzij dat hij het laatste jaar was. Hij was er natuurlijk niet te veel meer aan in de Poitre. Maar die profiteerde daar altijd enorm van. En dan werd hij in één keer naar de buitenkant geduwd. En het heeft wel geduurd. Heeft Simon nog gespeeld als Heijn is weggegaan? Ja, ja, want Simon en Kalu hebben samen zo in een 4-3 gespeeld. Yves toch? Ja, daar herinner ik mij ook nog. En dat was denk ik dan... Ik heb net zo de laatste periode van Simon nog meegemaakt. Ja. Ik bij ons supporten. Toen vond ik hem wel terug goed. Ja, in een 3-4-3 in de wing.
moet nu wel een keer te juist kijken hoeveel geld dat we daar nog voor gehad hebben. Dat weet ik niet. Dus wij hebben die geen 20 miljoen. Dat was het krantartikel. Hè, zo. 20 miljoen, alles moet je niet. We hebben er 800.000 voor betaald en we hebben er nog 3,5 miljoen voor gekregen. Ja. Want hij is dan gegaan naar Levante. Oh. In Spanje heeft hij eigenlijk een 5-jarig contract getekend. Hij heeft een jaar gespeeld bij zich. En dat was maar zo. En dan is hij uitgeleend aan Nantes. En dat is waar dat hij momenteel eigenlijk nog altijd speelt bij Nantes. Hij is daar wel echt vaste waarde. En dit seizoen is hij ook vrij goed gestart. Ik denk dat hij in een match of 7 2 goals en 2 assists heeft. Oh. Marktwaarde van 12 miljoen ondertussen. International ook. Ja, Nigeriaans international. Finale AFCON gespeeld. Ja, dus staat er wel allemaal goed in. Je zou kunnen zeggen van ja, we hadden hem misschien een meer meteorische carrière gedacht toen dat hij bij ons speelde. Want allee, toen, ik zeg het u, dat wel wat Orban viel beter dan Orban. Maar toen had ik ook het gevoel van, wauw, die gaat wel ergens naartoe gaan. Ja. Die gaat wel echt een zot speler worden. En het is al twee een beetje een... Ja. Zo'n Nant. Ja, okay, ik heb Bissoufa en Ruiz nooit meegemaakt, maar voor mij de eerste speler bij hen die zo sterallure zat. Zo, of ja, X-factor, zeg maar. Maar als jij vaste speler in een middenmotor, topclub en league uit kunt zijn. Dan te wel om daar te tuurlijk, het is een mooie carrière. Maar misschien niet al verwacht dat hij als gaan bezig zou. Ja. Ik had ook niet misschien verwacht dat hij bij een topclub zou spelen, maar wel. Ik dacht Ajax, dat hij zo. Ajax had hem zo gescout. Een goede club geweest voor hem, denk ik ook. Dus ja, Moses Simon nog altijd actief, 29 jaar, zoals ze zeggen. Misschien komt hij nog eens terug. Of nog wel voor één jaartje om ons een keer kampioen te maken. Dan is het de bevestiging. Dus Moses Simon, het gaat u goed, zou ik zeggen. Hopelijk tot soon. Voilà. Dank u wel voor deze uiteenzetting over Moses Simon. Dat is gelijk gedaan. Dan gaan we voort naar wat we nog wat een unpopular opinion. Wat was het nu weer? Was de, ons keepertje of was het een andere? Het was over de keeper. Ja. Ah, nee, het was de spitsenkwestie, die was het dilemma. Ja. Ja, okay. Een unpopular opinion is, of als ik hem ga poneren, is dat Roef eigenlijk heel positieve kritiek gekregen heeft. Maar dat gebeurt wel vaker dat hij momenten van kritiek krijgt, maar dat hij daarachter gelijk precies altijd terug wat matige matchen gespeeld heeft. Gelijk nu en dan mogen we daar precies niks van zeggen. Dus de discussie is een beetje dat we nog altijd eigenlijk geen topkeeper hebben. Moeten we een nieuwe keeper hebben? Wat vinden jullie? Goh, ja, ik denk dat het wel vaak gezegd is. Op zich vond ik Nordie beter. Maar Roef is ook wel echt een degelijke keeper, snap je? Mm-hmm. Echt wel, ook echt wel goed, beter dan gemiddeld, zeg maar. Maar ja, even zo van die periodes, dat is een keer, ik nu mensen niet tegen Chelsea, ja, van die band die dat toch moe hebben, is dat van de zenuwen, ik weet het niet. Dat is zeker een van de meest iconische keepers, want met die penalties en zo. Mm-hmm. Maar het zal ook wel niet een van de beste keepers zijn in de Gentse geschiedenis of zo. Wel een van de meest gelauwerden op een manier. Ja, natuurlijk met die penalties en de beker. Hij heeft zo'n paar super legendary momenten. Tuurlijk. Maar goed, elke keer als er een penalty thuis is, dan iedereen roef. Uiteindelijk is wel echt iconisch, zeg maar. Was dat vorig seizoen, in het begin, dat we zo heel veel penalties tegen kregen? Ja. Op de match tegen Standaard thuis. De match tegen Standaard dat we 3 wonnen, maar dat roef 2 penalties moest tegenhouden. Of wel kon tegenhouden. En dan ergens tegen Mechelen ook. Dat hij ook in pakt. Dat was ook wel de zoveelste op rij. Mechelen, de eerste wedstrijd voor seizoen, denk ik. Tornariga met een foutje. Ik vond dat nooit. Als Roef een goal stond, vond ik dat niet erg dat we een penalty kregen. We hoopten het zelfs te kunnen. Maar het is toch ook raar dat we misschien, het is niet Roef zijn schuld, maar dat we wel veel penalties tegenkrijgen. Heeft dat daarmee te maken dat Roef in de goal staat of niet? Denk je dat je verdediging zich minder zeker voelt? Maar dat wil ik zeggen. Of anders voetbalt. Maar dat was toch vorig jaar zei hij ook van ja, het is vooral als een speler uit de box gaat, dat er dan een fout op wordt. Ja, het waren echt al die stoeme penalties. Dat was hadden vorig jaar heel veel penalties tegen en heel veel rode kaarten tegen. Unforced errors, weet je wat ze zeggen. En nu hebben we wel penalties tegenkregen dit seizoen? Nee, hè? Kregen ze dat al beter dan vorig jaar? Wacht. Ik denk dat we thuis al een penalty hem tegenkregen. Want ik kan heel vroeg, want ik weet niet. Dender thuis heb ik niet gezien. Kan mij geen penny herinneren? Nee. Ik,
Ik meen mij één vraag. Er was een penalty call op Cercle voor een handsbal, maar dat is dan door de VAR. De VAR heeft Boterberg, juist. Heeft Antwerp niet mijn penalty gescoord? Het was toch 1-1 en was toch die schuiver van Sherry? Nee, ik weet niet. Ja, Sherry heeft met een schuiver gescoord. Oh, dat kan ook. Linkse voet in de linker. Nee, dan hebben we nog geen penalty tegen. Nee, geen penalty tegen. Nee, dat is allemaal Heijn zijn schuld. Ziet u wel, Heijn? Nee, maar ja, om terug te keren op de popular opinion. Denk dat we misschien kunnen samenvatten als is Roef underrated of overrated of zo. Of momenteel niet, maar het is eerder van. Het is precies iedere keer dat. Als hij praise krijgt, dat hij daarna toch niet die constante kan houden. Of ja. Stel dat hij met concurrentie speelt, heeft hij het ook lastiger. Of hij speelt, heeft gewoon heel last met consequenties ook. Met consequenties. Consistent te spelen eigenlijk de hele tijd. Ja. En ook, ja, hoe rankt eigenlijk in alle doelman die we al had hebben, eigenlijk inderdaad, gelijk dat we zeggen, is wel legendary, maar hij gaat nooit top 5 Gent-keepers. Goh ja, zelfs Kaal niet sowieso hoor. Fredje Herpoel. Ja, Fredje heb ik niet meegemaakt. Ja, maar dat is wel een legend. Die is goed in het laatste seizoen, trapte die ons penalties trouwens. Dus dan ging Fred Herpoel ons penalties trappen, dat was heerlijk. Dat was fantastisch. Erik Fiscaal tegen Cercle Brugge, dat hij in de goal moet herstaan, de penalty pakt. Ja. Dan, Fiscaal. En dan aan de overkant hem trapt. Dat is de meest legendary keeper die we al hadden. Als je kijkt naar wie dat de kampioen geworden is in België de laatste jaren, om die wel altijd een topkeeper. De Brugge nu al jaren met Mignolet, dat is gewoon een keiharde keeper. Ja, en Antwerpen met Buté, die was echt de beste keeper op dat moment. Die is nu gekwetst of terug aan het komen van de kwetsuur. Ik weet niet wat hij is. Die kon niet meer in de ploeg. Lammes speelt. Ik vind het echt raar, maar Lammes is ook goed. Hij ging ook weg, Buté. En dan, ik denk dat misschien daarom. En Lammes doet ook. Ze hadden alleen gehaald, ze hebben gewoon consequent in haar been stijf. Ja, ik weet ook niet, Roef, ik vind het gewoon inderdaad, ik vind hem echt een goede keeper. En dan om de twee weken zie ik zijn botervingertjes en dan denk ik... Maar nu gaat hij terug goed doen. Ja, ik heb ook vertrouwen. Ja, wat is dat ik zeg? Vorig seizoen, tijdens de play-offs, ik vond hem zo goed. Oh. Hij was zo belangrijk in die play-offs. Samen met Gandelman is hij opgestaan tijdens de play-offs. En Fernandes, pardon. Ja. Tegen Union... gaat de penalty pakken. Zijn grootste werpen is zo zeker gewoon voorzet zo uit de lucht gaan vangen. Dat verbeterd maar dat is toch verbeterd. Dat is verbeterd. Dus dat is verbeterd. Dat is nog geen Kalinic, maar... Ja, niet, maar hij is assertiever, vind ik. Is maar zijn 1-op-1, daar is echt goed in geworden. Zo, als een speler afkomt, daarop anticiperen, heeft er een paar reddingen zo gedaan. Ook op Chelsea. Het was wel geen superbokkige bal voor die Chelsea-speler, maar hij zat er goed kort op. Ik denk dat Felix was. Ik zei het, is assertiever geworden. Ja. Dus, ik denk om te concluderen. Dat is een goede keeper. Maar hij heeft soms af en toe een keer zwak momentjes. Op het einde van elk jaar pijzen toch? Ja, omdat je niet zegt, we hebben nog nodig dit seizoen. Hij pijst dan aan, Centraal of die is misschien een middel. Maar hij pijst toch dan toch iedere keer ook. Misschien toch nog een keeper kopen. Vorig seizoen dacht je dat wel, maar nu denk ik, in de winter moeten we geen keeper aan. Nee, in de winter niet, dat zeg ik niet. In de winter moet je geen keepers kopen. dat is een andere discussie. Okay. Anders hebben we weer een smitje in op de bank. Ga er niet voorbij. He's not my friend. Wat is, kijk. Dilemma. Dat we dan misschien kunnen doen. Denk, dilemma... starten met Good Johnson of starten met Dean? Of wie is het beste? Ik persoonlijk vind dat Good Johnson het meeste potentieel heeft. Als je dat zo ziet. Allee, dat gevoel heb ik. Het zijn gewoon andere spitsen ook. Hè? Dat wel, dat sowieso. Maar om te zeggen, te starten met en zo, dat is ook afhankelijk van de tegenstander vooral. Op Dean heeft ook al veel meer... Opinion, Burgess, ik start met Dean. Ik ook. Ik ook, veel lastiger, maat. Zo Engelse banter. Het is te zien hoe dat je wilt spelen ook en zo. Het is echt een lastige vraag, vind ik wel. Maar eigenlijk, Burgess die wil ook gewoon dat hij tegen een speler komt die tegen hem zo zit. Hè? En Dean gaat uit de man spelen. Ja. Het is ook afhankelijk. Eigenlijk, tegen Chelsea kun je niet echt dominant zijn, maar je hebt wel een soort aanspeelpunt nodig. Ja, om op te schuiven. Hè. In onze competitie zouden we een... 10% van de matchen dominant moeten kunnen zijn. Ik zeg niet dat we dat altijd moeten zijn, maar dat we wel hoger op plein kunnen spelen. Dus dat iemand in de rug kan lopen en breed kan lopen. En ik heb het gevoel dat Dean dat beter doet dan Good Johnson. Maar Good Johnson is wel beter toch in de hold-up play, toch een bal op de borst aannemen, breed spelen. Dat is natuurlijk wel beter. En dus
het is vrij afhankelijk. Hè. Momenteel zijn ze wel vrij. Ik vind dat ze wel op dezelfde lijn zitten. Ja, Coach Johnson is wat te boven gekomen. Zo die ene periode. Die vind ik ook wel. Ja, die penalty. Dus, ja. En kunnen zij niet samen spelen? Ja, wat kan ik ook wel verwacht. Het is niet zo een match, zij twee samen. En zo Sourdine even op de bank of zo. Maar natuurlijk, Sourdine heeft wel echt al heel wat assist. Hij heeft nu de meeste assist in de club. Het is ook zo moeilijk om eraf te halen nu. Maar misschien, ja, staat nu een bepaalde match dat Franke zegt van ja, oké, Sourdine had misschien niet zoveel kunnen betekenen nu. Ga ik proberen met Dean en Good Johnson. Ja, ik denk wel benieuwd dat wat dat heeft. Ik denk dat het wel zou lukken, maar dat bij wel opvalt bij Sourdine is hoeveel dat hij loopt. Ja. Dat is onwaarschijnlijk. Alleen die krijgt gelijk gewoon zo carte blanche op de breedte van het plein of zo. Hij zegt zo, je zit eigenlijk een soort... Jij begint op de linker wing, maar je loopt de hele tijd. Misschien wel wat dat balans. Dat is een betant voor spelers. Om heel zo tussen die linies. En ik had dat niet echt verwacht vorig jaar na hem. Dus ik zou die er toch ook altijd op, omdat hij ook zekere energie brengt. Zeker. Op Chelsea vond ik hem eigenlijk... gevaar, hè? Ja. Op Chelsea vond ik hem vrij ongelukkig, maar dan toch, als er soms een keer iets rond de box was, dan was het ook wel hij die... Ja. Ik herinner mij ook een keer een counter, dat hij dan ook een breedte pas diep stuurt. Ik was niet van hem daar, dus was niet van Sourdine naar Samoas die de pas. Anyway. Maar Sourdine en Fadiga zijn wel de spelers bij uitstek, die zo, waarvan je de hand van Frank het meest ziet. Want die krijgen echt opdrachten. Dus Sourdine komt van links inderdaad en haalt altijd zo tussen de lijnen spelen, de bal vragen en soms oversteken naar Fadiga zijn kant. Fadiga blijft altijd rechts en moet voor die diepgang zorgen en moet die actie maken van op rechts. Maar die gaan nooit, op links staan. Dat kan allemaal ingelopen en dan is goal. Ja, hij ziet heel vaak bij die twee spelers is de taak dat die dan naar binnen knijpen en eigenlijk de bal aan de andere flank spelen, maar dat zij dan al ook in de box moeten komen. En Fadiga ziet dat heel vaak, dat hij dan toch... De bal is eigenlijk aan de andere kant, maar hij ziet hem al naar de box knallen. Zo van, dus het is wel gelijk dat de... Daar ligt Frankens hand en ik weet echt niet met wie dat ik zou willen starten. Maar tegen Union dat ik ook met Dean starten. Ja, maar op het algemeen vind ik... Dean, ik weet niet, die zorgt voor de meeste zenuwen in de verdediging, denk ik. Die is altijd actief, die loopt en die blijft maar gaan. Je bent er echt nooit klaar mee. Terwijl Guy Johnson is misschien iets voorspelbaarder of zo. Lijziger ook, kijk. Ja. Ik vind dat ook ambetant om naar te kijken. Dean is zo sneaky, zo weet al. Hij weet zo niet wat hij gaat doen. Maar wat je bij Dean hebt, vind ik, is... Stel, Dean verliest een keer een bal. Je ziet hij echt wel twee of drie keer op de match. Ik ga teruglopen naar de middenlijn, naar die speler. En oftewel zag ik hem omver, oftewel heb ik de bal. En dat vind ik heerlijk, hè, als supporter. Dat vind ik echt... Ja. Dan lijkt daardoor dat hij een betere speler is dan een ander. Maar pas op, Coach Johnson heeft dat ook al... De laatste matchen ook al gedaan. Dat hij hem iets meer inzet. Allee, zo oogte toch. Ik heb wel die indruk. Dus, vooral op efficiëntie vind ik hem nu meer en meer stap gezet, Guy Johnson. Ik denk niet dat hij die stijl er zomaar uit krijgt. Ik vind dat een beetje vergelijkbaar met Dolberg. Ik vind echt een zeer vergelijkbare speler aan Dolberg. Al is Dolberg wel nog twee keer zo goed als André Guy Johnson. Maar het is dezelfde stijl. En ik kijk ook niet graag naar Dolberg. En af en toe doet hij niets en denkt van wow. Maar als hij dus die lopen, dan pijst ook. Die geeft mij maar die Vasquez. Dat is eigenlijk een beetje zo wat hetzelfde, vind ik. Bij Anderlecht als bij ons zijn ze hetzelfde... Allee, die andere twee zijn wel twee keer zo groot. Maar zo wat hetzelfde soort type. Die Vasquez is ook zo'n jager, een aanjager. Ja. En die de hele tijd druk zet en in de gaten duikt. En ambetant is. Ik stel dat... Als ik moet kiezen, als je mij nu vraagt, doe je keuze. Je moet de rest van het seizoen met één van de twee starten. Dino! Zij ook Dien. Ja. Ja. Ook Liverpool supporter en eerst van die partij. Ja, op die manier. Ja, wie pakte hij dan? Ik denk dat ik ga Guy Johnson pakken. Ik denk dat Guy Johnson op meer wedstrijden belangrijker kan zijn, maar dat Dean op een paar wedstrijden zoveel belangrijker kan zijn. Hey, dus lijkt op Union, denk ik dat Guy Johnson gewoon onder de huid gekropen wordt door de Burgess. Mm. En dat hij met Dean moet starten. Maar zo tegen de kleinere ploeg denk ik dat Guy Johnson altijd beter zijn match gaat spelen dan Dean. Misschien wel. Eigenlijk geen Kortrijker, dat was gewoon een goede goal. Maar tegelijk wil ik het zeker zien, Burgess tegen Max Dean. Die twee Britten tegen elkaar, alsjeblieft. Ik wil ook die onderlinge band of zo. Ik ben echt blij dat we ze al twee hebben, al hier, kids. Want voor hetzelfde hebben ze één die totaal niet in die toekomst bij hen te waarvan ik denk van ja, waarom hebben we die gehaald? En... Ja. Vinden nog dat we nog een spits optie nodig hebben? Dat is iets wat ik eigenlijk al twee jaar mis. Dat is nog een grote, een echte Lemaitje. Ja, ik weet het. Magiek, maar je kunt nu niemand halen die... veel minuten wil maken ofzo, want dan moeten ofwel de Goetjes ofwel dienen zijn ontwikkeling remmen. Ze hebben er ook voor gekozen, ze hebben dat gezegd. Ja. Hè. We gaan voor die twee, dat vind ik ook wel leuk, dat gewoon, dit zijn onze twee spitsen, en ze gaan altijd weer kansen krijgen. Ja. En
ruimte om te werken. Zit er bij de belofte iemand klaar? Want die Abdullahi is weggegaan naar Sunderland. En speelt hij? Bij Sunderland, geen idee. Belofte staat wel tweede. Puntje achter Sporting Hasselt. Ik weet niet of er een spits staat bij de belofte. Dat is echt wel zot als ze tweede staan. Enkel verloren tegen Hasselt. Thuis zelfs. Ja, maar ja, we gaan het niet zeggen. Laat ons hopen als ze een keer opgaan. En de Anderlecht features zitten wel onder. Die staan dead last. 1 puntje zeker. Is de Anderlecht features in onze reeks? Nee, erboven, maar we kunnen, als wij opgaan, dan kan zijn dat we switchen. Maar die hebben ook, die zitten in een, dat is nu niet verhet, maar die zitten in een moeilijk parket met het feit van, er zitten er een paar talenten te duwen, gelijk tegenstander heeft hij de Grevel of de Schreven, een jonge gast meegedaan. Dan zit ook met de kat en zo. Ze willen eigenlijk allemaal naar nakern, maar onder youth staan dead last. Dus ze zitten er zo in een situatie van, pakken we ze erbij of laten we ze daar spelen? Misschien zakken ze wel. Anyway, we beginnen aan het einde te komen, zeker? We hebben nog het Wie is Watta is gegaan. Ah, wel ja. Dat kan wel een keer... Dus de Wie is Watta was een beetje een raar. Ik ga nog een keer heel snel de tips overlopen voor de mensen thuis. Dus hij was een speler die al een prijs won in Amerika. Hij is groter dan De Jager en Watanabe en kleiner dan Torunariga en Surlots, wat echt een wakke tip was. Hij heeft iets gemeenschappelijk met Mamadou Sonko en Magnus Eriksen en hij is een centrale verdediger. En de persoon die het geraden heeft, moeten wij die vermelden? Ja, doe maar. Als het nog iets. Het was Frodo. Als er is. Ja, Frodo. Die kennen we wel vanuit de Discord-server. En het was Okumu. Okumu, dus ja. Ja. Maar Okumu? Ja. Maar prijs is Amerika. Ja, dat weet ik ook eigenlijk niet. Hij kwam van een Scandinavisch land, denk ik, van Noorse of Zweedse competitie. Ja, bij Hekken of zo. Elfsborg of zo, ja. Ik weet het niet. Nee, Hekken is Sonko. Maar het kan zijn dat hij daar ook vandaan komt. Ik denk van zo Elfsborg of zo. Ga ik even leggen. En hij heeft ook in Amerika gespeeld, maar zo bij Whitecaps of zo. Amai. Ja, die is eigenlijk ook al 27 en heeft gespeeld. Amai, maar wat een rare carrière heeft hij gehad. Inderdaad, Elfsborg, je hebt gelijk. Yes! Punt voor Quint. Real Monarchs. Ah, dat is geen Whitecaps. The Real Monarchs. Ik dacht Vancouver Whitecaps. Man. Ja, die heeft, daar heeft hij dus een prijs gepakt. Dus de Watta is geraden. We gaan wachten op Cedric voor een nieuwe te bedenken. Ik zou Okumu wel tegen Mudryk willen zien. Prime Okumu. Maar Okumu heeft ook zo'n goede periode gehad. En dan is dat... En die werd op het einde zo... hier, we hebben de kapitein en vice-kapitein van Agent. Echt in de etalage. Okumu, leider. Zo. Maar eigenlijk was hij al een beetje bij Rav aan het gaan. En dan hebben we nog 10 miljoen voor gevangen. We hebben zo'n periode gehad. 12, denk ik. Ik weet niet, te veel was. Ik vond het echt raar dat hij van 12 miljoen vertrok. Ik kwam brengen ze wel een bedrag. 10 hebben we gekregen. Van Reims. Voor Reims, dat speelt hij nu. Maar we hebben zo'n periode gehad dat onze verdediging echt zo een gadeu, Okumu, Torunariga. Iedereen had er doodschrik van pijs van onze verdediging. Ja. En dat was zot goed. En dan heeft Okumu die ene rode kaart op Charleroi gehad, dat hij zo'n keer een reactie deed. Ah, ja. Maar het was niet echt iets erg. Het was geen, hij heeft gewoon in zo'n duw gegeven, hij heeft rood gehad en sindsdien was hij nooit meer hetzelfde. Nooit meer. Ik ken er mij ook dan, als hij probeerde kruispassen te shotten. Torunariga heeft ook een kwetsuur gehad, ooit. Maar ik weet niet wanneer. Dat is ooit keer, denk vorig een keer op extra time gekomen. Dat Frank Boeks al zei of zo van. Ja, we zaten naar te kijken op de bank van Anderlecht. En we dachten: allee, wat is dat met die Torunariga? Dat was zo'n beer en beest toen hij binnenkwam in de Pro League. En nu is het vet van de soep. Ja. Dus een kwetsuur kan veel doen. Hè. Maar zit dat enkel aan Dalen? Zit dat ook niet in zijn geval? Want hij wil weg in een andere competitie. Mm. Een beetje van alles binnen. We weten dat het een speciaal is. Ja. Simons en kwetsuur thuis tegen Kortrijk in het Kampioenia en de playoffs. Ook echt gewoon ook zo'n soort van klik. Ook hetzelfde in Hazard, Real, ook binnengekomen. Maar dat was echt een opeenvolging. Ja, maar die had een vrij zware blessure, of een ambetante blessure had na een fout van Meunier of zo. Ja. Mm-hmm. En sindsdien is het ook niet meer hetzelfde geweest. Een blessure kan echt zo, zoiets ambetant opleveren, waardoor dat je niet meer hetzelfde mentaal, misschien dat niet meer voluit of gaan, dat misschien wel nog wat last heeft en best van als dat nu weer gebeurt. Zeker en... bij zo de Simons, de Hazards, dat zijn wel spelers die teren op een versnelling, op een bepaalde capaciteit en dat je dan toch een keer op je enkel was, zeker bij Hazard, een schub had gehad en je echt had bijgedaan. Bij Hazard was het echt, hij had echt bang, hij zag dat op een gegeven moment. Ja. Maar ik denk dat Mourinho was het nog zei, een speler like Hazard die moet meer beschermd worden. Ja, want al heel zijn carrière lang krijgt hij schoppen op zijn benen, op zijn voeten. En op een gegeven moment is het gewoon gedaan. Die Frankrijk-match, die werd de hele tijd onderuit getrapt. Bij Ressel.
Tegen Frankrijk. Tegen België. Dan moet je echt. Want dat is een denk, omdat tegen nu ten zo'n speler, dat moet mijn tand zijn wat. En ik geloofde wel dat zo als tegenstander en ik zeg van ik ga hem gewoon een keer onderuit schoppen, want dat is mijn beu. Tuurlijk. Die kleine, die Messi's en zo, die hebben dat constant. Ja, die krijgen het meeste schuppen van iedereen. Dat is niet normaal. Hè. Ja. Want Mourinho zei dan van ja, op een gegeven moment gaan we kwijt zijn en we gaan dan pas beseffen dat we. Ik heb al langs, dat duikt nu vaak op, hè, zo op Twitter, zo dat ene fragment. En dat is José Mourinho inderdaad al 10 jaar alleen niet. Hij zei zo van, one day there will be no Eden Hazard if you keep playing like this. En hij heeft zo gelijk. Ja, maar ja, kijk. Ik heb nog één klein dingetje. Ik had naar de Mid-Mid geluisterd van de Hall of Fame. Uh-huh. En hebben wij de juiste spelers gekozen daarvoor? We hebben Lulu en... Winnen. En dat tweede kan, wel ik Erik Fiscaal toch wel in mijn hoofd wel een legend. Gunter Schiepes. Gunter Schiepes, zoveel. Fiscaal is ook lang topzitter geweest van de Gent. Hè. Tot eerst Dingsken en voorbij stak, weet al. Maarten Aerst heeft er ook wel, maar hij heeft wel eens één zot seizoen. Alleen Maarten Aerst, die heeft er 33 in het seizoen gemaakt. Die heeft er meer gescoord als Kuipers in het seizoen. Ik ga mij niet uitspreken over Spurs voor 2010. Ja, Fratje Herpoel, Bernd Thijs vind ik ook wel een shout. Mm-hmm. Maar ik vind dan Ruiz het niet lang genoeg gebleven om echt een legend te zijn. Maar ik, alleen meer, ik weet even... Poesjoef was dat erin voor Anderlecht. Ja, de Poiter zit erin bij ons. Ja. Ja. Maar ik denk als we binnen 20 jaar terugkijken naar de Poiter zijn carrière, dat we gaan zeggen van, ja, die was als niet normaal. Ja. Tuurlijk. Dus, was het wel een monster. Wat dingen nee toe misschien, kun je niet... Nee, dus, maar drie seizoenen, hè, of twee zelfs misschien. En om eerlijk toe te geven, don't say money. Hall of Fame shit, what the fuck. Ja, maar Cummins moet er sowieso in komen. Ja, Cummins, is er iemand die een hoger aangeschreven is bij de handsporters dan Sven Cummins? Nee, ik denk voor de Jupiler Pro League in het algemeen, eerst Hans van Aken en dan komt Cummins, denk ik, gewoon. Voor heel de Pro League. Er is maar één speler die meer matchen gespeeld heeft door Gent dan Sven Cummins. Serieus? Herpoel. Mm. Ja. Dat is ook een keeper dus. Ja, ja toch. Ik wil trouwens... Weg geweest, dus, mm-hmm. Het is nu deze zomer, die komt 10 jaar kampioenschap voor Gent. We moeten zo een gala match fixen, man. Dat je zo alle kampioenenmakers een keer terugkomen. En zo op het veld komen. Nana Azar is ook wel een shout, vind ik. Ja. Ik heb een beetje respectloos mee om hem, maar dat is eigenlijk onze vijfde meest gecapte speler in de geschiedenis van onze links. Wat ik ook trouwens vind, dus het is 10 jaar, het is een jubileum of zoiets. Ja, in mei spelen we, in mei is 10 jaar kampioen. We zijn in 2015 kampioen geworden. Kijk, dat wil ik, maar dat heeft er eigenlijk weinig in C mee te maken, maar dat wil ik wel echt nog een keer graag vermelden op de podcast. Ik wil dat we een keer terug naar het lichtblauw gaan. Allee, van kleur. Mm-hmm. Omdat er... Het is binnenkort meer, 125 jaar Gent of zoiets. Of binnenkort... Ja, 1900 is het opgericht. Dus, Wel, en daarmee wil ik zeggen, een keer het truitje, alsjeblieft. Fuck dat geel. Ja, dat mag wel een keer. Maar hou terug naar het lichtblauw van toen het logo nog ARAG was. Het oud logo. Ja. En dat we daar een keer... Oké, er zat ook geel in. Maar... en daar een keer terug, dat lichtblauw, please. Zo'n retro-truitje vind ik altijd zo mooi. Maar eigenlijk, voor dit seizoen, als we een keer... het is speciaal met standnummers die erop staat. Maar zo'n keer een echt speciaal truitje voor dat 10-jarige jubileum van het kampioenschap. Ja. Gelijk dat Anderlecht gedaan heeft, gewoon volledig wit. Alleen zo één kleur, met gewoon het logo op. Oh, please. Ja, nee, mijn onpop is, ik vind de trage van de laatste 2 jaar, de thuisstretch, vind ik eigenlijk lelijk. Dus, maar dat vond er wel mee van. Het was, daarvoor was... Ik vind het gewoon zo was... Vorig jaar vond ik heel saai. En dit jaar vind ik zoiets doen, om te doen een beetje. En dan een uitleg aan geven. De details zijn wel mooi dit jaar. Ja, dat wel. Mooi, het is ook zoiets donkerder blauw. Zo. Ah, maar dat vind ik niet mooi. Ah nee, ik vind het wel... Het is bijna dat Chelsea blauw. En dat vind ik niet schoon. Ik vind het niet schoon, sorry. Het moet lichterblauw zijn. On that note, moeten we nog vooruitblikken of niet? Wow, we zien heel kort even naar Union. Dus, het is eerst wel de interlandbreek. Daarna is het uit op Union. Staan een keer overlopen. De laatste 5 matchen Union. 1 keer gewonnen, 3 keer gelijk, 1 keer verloren. Gent heeft 2 keer gewonnen, 1 keer gelijk, 2 keer verloren. Union is wel echt aan het komen, voel ik. Ja. Dat was wel echt ons zwarte beest, de Overheijn. Ja, Union staat nu 9e, ze hebben 14 op 30. Voor de Antwerpen ons zwarte beest. 17 op 30. Ook. Daar kunnen we echt moeilijk tegen winnen. Ja, de cirkel blijkt te hoeken. Die 3. Daarvoor was het, inshallah. Maar nu 3 punten voorsprong op Union. Stel dat zij winnen, springen zij gewoon boven ons. Is het op Union? Ja. Oh ja.
Goh, echt een moeilijke... Die wedstrijd gaat middenveld beslist worden, denk ik. Met Sadiki en Van Uyten tegen De Loge en Kums of Kandelman. Maar op zich, Union, zijn ze wat... Hoe dat zijn? Ze zijn niet super constant of zo. Ze hebben zo niet hun start gehad. Maar ze beginnen wel te komen. Ja, tegen Leroy moesten ze winnen. Tegen Leroy moesten ze winnen. Ik heb het nog niet gezien, maar die spits daar... Die... Ivanovic. Ja, ook. Ivanovic of wat is, die begint er ook wel door. Dat was echt een heerlijke goal trouwens. Ja, echt wereldwijd. Oef. Amai. Maar de zwakte bij Nio is nu van achter. Ik vind dat Burgess, die met de Burgess van 2 of 3 jaar geleden, dus als Dien daar zijn wedstrijd kan spelen, scoort hij wel. Ja, of als we daar met heel veel beweging, met een goede studie, met een goede Fadiga, gaat die toch dan toch wel spelen. Ze die veel beweging brengen. En misschien met Max Dien inderdaad, als ze die uit en dan misschien een 10 erachter of zo. Daar zou het inderdaad moeten kunnen pijn doen, hè. Laat ons hopen. Gandelman uit de tweede lijn. Ook zo, uit de tweede lijn. Nee, net infiltrerend en nooit een afstandsschot in doen in mens. Dan uit. Nee, dat moet ik niet. Nee, niet zo. Dat is niet nodig. Ik denk persoonlijk dat dat een keer aan ons gaat zijn voor te winnen. Hey. Ik denk het wel. Want we hadden het niet van gewonnen. Een paar keer gelijk, man. Hebben we er nooit van gewonnen? Sinds nee, maar, ooit, ja, ooit misschien wel, maar sinds dat ze toch in deze klasse zijn. Nee, ik niet. Dat we hebben ook nu play-off ingespeeld, hè. Nee. 2-2 hak zijn. Ik 0-1. 0-1? Gandelman. Ik wou ook een 0-1 zijn, maar dan ga ik voor een 1-2'tje. Jordan en Gandelman. Jordan? Jordan gaat dat patat. Ik hoop het wel. Die ene goal, dat is een... Wat was dat? Denk, dat is één goal ook op een corner, dat hij hem gewoon los op de slof pakt. Ik weet niet wie dat was. Ah, het is een trein. Die 3-3. Toch? Ja, ja, corner, dat was echt een fucking lekkere goal. Ja, dat was zo, voilà. Een afvallende bal op corner, gewoon plat van de voet. Ja. Ik zat in de lijn van die goal, dat was echt... Zo is. Ik herinner het mij nog. Dat gaat dus gebeuren. Voilà. En wat denkt hij, Quinn? Ik denk 1-2. Ik denk dat Dien heel vroeg gaat scoren, dat we dan in de tweede helft vangst gaat erin komen en die gaat zijn eerste goal maken. En Union gaat nog op het einde nog een goal maken en nog hopen. Maar en dan bellen toen nog 10 minuten. Ja. Toen met Roefje nog een paar goede reddingen doen. We halen echt onderlijn, denk ik, in de tweede helft. Maar we gaan, omdat Dien echt op een diefje de 1-0 maken, 1-0-1 maken. Voel het. Maar ik heb geen goalmakers echt. Ja, sowieso zijn dansmove doen. Of ik verwacht ook Dien, maar Surdé hou ik terug naar een keer prikken. Surdé gaat nog een keer prikken. Ja, dan nog het tijd. Oké. Oké, dan zit de aflevering erop, denk je dan. Uit. En alles is besproken. Merci om hier allemaal te zijn. Zeker Andreas voor ons uit nood te helpen. Yes. Ik ben ook natuurlijk bedankt. Congo bedankt. En dan zien we jullie de volgende keer.